Ja. Omdat ze dat toch wel fijn en belangrijk vindt. En je hebt niks met elkaar, dus je bent wel allebei op zoek nog weer naar wat anders. Als de andere dat dan vindt. Ja. Of flirt met andere vrouwen. Weet je wel, daar dat doe ik nooit. Ja, dat gaat toch weg. Als Amy op het Love is Love Festival met jou zou willen zoenen, had jij lekker met haar gezoend? Nee, dat is niet waar. Maar echt wel? Nee, dat is niet waar. Nee. Dat is niet waar. Echt wel. Dat weet ik 100% zeker. Als zij een poging had gedaan om met jou te willen gaan zoenen, was jij daarop ingegaan. Hallo? Doen jullie samen? Huh? Doen jullie samen? Oh, met z'n drieën. Huh? Jullie met z'n drieën. Met tweeën denk ik. Ik weet niet of jij meedoet. Mm. Oh. Yeah. Mm. Hi. Hallo. Heb jij een slang gepikt? Nee. Wel. Die sliep vannacht bij Hisk. In bed? Ja. Had jij een loge vannacht? Ja, nou, die had hij in mijn bed gegooid. Heb jij samen Schrok geslapen? Je ook? Nee. Ging je daarom je bed wassen? Het was nog licht. Wat? Ging je daarom je bed wassen? Ja. Was je bang? Ja. Slang. Voor de slang? Ja. Slang. Bang voor de slang. Ja. Oh. Fren. Is het al heel laat, Fren? Ja. Ik ben heel moe. Het is laat? Dat het al 5:30 is? Het is 5:55. Oh. Dus Fren. Ben je jaloers? Waarop? Op de slang. Nee, op Amy is zo. Nee. Mag je zelf weten? Nee, maar dat was niet de vraag. Nee. Vind je het niet leuk? Nou, het is niet dat ik denk, oh, dat is echt leuk om te horen als je erbij zit. Maar het geeft niet. Maakt hij je daar zorgen om? Omdat je dat zei. Oh, maar als ik er zelf over begin, dan is het niet erg, toch? Dat weet ik niet. Nee. Maak je niet druk? Ik ben de moeilijkste niet, toch? 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 Nee, ik vind dat niet erg, hoor. Wat is er? Ja. Knoopje. Is dat een happy shirt? Ja. Dat is schattig, hè? Ja. Maar, Zeg het maar. Vraag maar raak. Ben jij de... Pineut? De waarzegster. Ja, vraag maar raak. Denk je dat ik verliefd ben op Amy? Weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet je wel. Nou, je bent waarzegster. Oké. Ik denk wel dat je er heel erg leuk vindt. Dat denk ik wel. Maar verliefd, dat kun je nu nog niet zeggen. Want het is natuurlijk een hele andere setting dan stel je voor, jullie gaan hier buiten daten. Dus wat niet is, kan nog komen. Maar ik denk voor nu nog niet. Dit is mijn antwoord. En daar moet je het mee doen. Dat was de rechter. Ja, dat is echt waar. Ik ook eens. En nu? Nog meer. Je weet niet. Ja. Paap. Je lacht om je eigen achterna. Ja. Is toch grappig? Ja. Dacht je echt dat ik jaloers was? Ja. Echt? Waarom? Dat je erover begon? Ja, maar dat geeft toch niet? Dus dan denk je er wel aan? Ja. Waar denk je dan precies aan? Aan jou en Amy samen in de kerk trouwen. In de kerk trouwen? Nooit echt veel. Nee, ik weet niet meer hoe ik erbij kwam. We hadden het over toekomst en zo, toch? Oh ja, toen zei jij, heb ik nog een toekomst met Gerrit? En toen dacht ik, nee, Gerrit is niet verliefd op mij. Maar vindt Amy wel heel leuk, dus dan gaat hij vast met Amy. En toen, daarom zei ik Amy toch. Oké, ik ga hier weg. Nee, is blijven. Blijf nou! Nee, maar dan kunnen jullie hier verder over praten. Nee. Dus het gaat dus niet bestemd voor mijn oortje. Ja, maar er valt toch niks te bestemmen?
even spreken. We zijn toch vrienden? Oh ja, dat is waar. Oké, okay, maar... En 400.000 mensen kijken ook mee. Ja, jawel, maar goed, soms... Wat? Dan mag die ene paar oren er ook wel bij. Oh, oké. Okay. Hiske vind het een beetje ongemakkelijk. Hoezo? Nee, ik vind het niet ongemakkelijk, maar ik vind het iets wat iets is tussen jullie twee. Niet oh tussen... nee, joh. Ik heb niks te zeggen, hoor. Nee? Nee. Je moet een beetje opschrijven, Gerrit. Dat er niet bij. Papzak. Ik had het over mezelf. Oh, ben je ook moe, Fran? Ja. Ik ben echt heel moe. Even tukkie doen. Dus eigenlijk gaan roken, denk ik. Ja. Maar jij vroeg of ik erbij kwam. Ja, daar zeg ik toch geen nee tegen. Ik ben toch verliefd op je? Ben je verliefd op mij? Ja, heel erg. Ben je verliefd op mij? Ja, heel erg. Ben je verliefd op mij? Ja, heel erg. Heerlijk antwoord nu. Nee. Vind je me leuk? Ja. Zou je verliefd op me kunnen worden? Als je een beetje normaal doet wel, ja. Doe ik niet normaal. Oké, okay, als je leuk doet wel. Maar je doet niet altijd leuk, dus dan vind ik je ook niet leuk. Wanneer ben ik niet leuk? Als je gemeen doet. Ben ik vaak gemeen? Je hebt soms je buien, ja. Het zal je maandelijkse periode wel zijn. Oeh. Als je zeg maar bemoeien bent, jij je mee, dan vind ik je al niet meer leuk. Dan denk ik, gadver. Boven vandaag. Toen vond ik het niet erg. Nee. Dat zei ik ook gewoon, maar ik bedoel, het leeft toch. Vaak zeg ik dat niet. Jawel, dagelijks. Therapeut Hiske, wat vind je ervan? Weet ik niet, het is jullie discussie. Nee, jij bent therapeut, je moet bemiddelen. Nee, dat wil ik nu niet, ik ben op. Zeg je heel eerlijk, als je in de buurt staat van Shelly, vind ik je ook niet leuk. Dat is heel eerlijk hoor. Ja. Nou, vind ik echt niet leuk, vind ik echt irritant. Misschien ben ik dan wel jaloers, dat zou kunnen. Omdat ik weet dat je haar liever naait dan mij. Oh, wat vind je daarvan, hey, Gerrit? Waar komt dat in één keer vandaan? Ja, ik hoorde een tutor. Nee. Ja, dat... Oh, nou gewoon. Dat zie ik toch aan je. Maar dat maakt niet uit. Jo, derde keus. Maakt ook niet uit. Derde keus? Ja, eerst natuurlijk Amy, toch? Ja. En nee. Ja, Shelly? Ja. Is dat zo, Gerrit? Jawel. Toch? Oh, weet je wel. Hallo. Ja. Nee. Ja. Nee? Wel toch. Anders was je nu toch nog steeds met Shelly. Had je toch niet met Amy staan knuffelen en zo tijdens de markten? Moest je helemaal te knikken? Ik ben aan het flirten met de camera. Hiske, kijk maar aan. Nee hoor, een grapje. Nee, er zit wel een keer van waarheid in natuurlijk. Het is er. Word je stil? Wat is stom allemaal? Wat is stom? Wat is stom, Ger? Dat je derde keus bent? Mm-hmm. Stom voor mij, hè? Ja, stom is zo. Ik ben sowieso geen keus. Ja. Het is allemaal negatief, dit. Oh. Ik weet niet zo goed wat ik er allemaal op moet zeggen. Je hoeft niet te reageren. Is ik er veel van? Nee. Wat is de spin daar, ba? Waar? Daar bij die lamp. Hè? Bij die lamp. Lamp hoe? Ik zie hem niet hoor. Zo weer weg. Oh, lekker eten straks. Ja. Zo ook even lekker loken. Maar ik ben eerst, hè? Ja. Ik ben niet eens eerst. Yes. Ik ga mijn Polly zoeken. Welke Polly? Mijn Billy. Ja. Ik ben echt irritant vandaag. Ja. En mijn kussen. Doe nou niet zo gemeen. Ja, als ik hier nog heel lang lig, dan val ik in slaap. Nou, dat geeft toch niet? Jawel, want om 5:30 komt. Slaaptopia. Monique. Ik heb honger. Oh, ik heb opeens honger. Echt opeens. Ja. Supermaag. Oké. Auw! Auw! Mijn schedelbreuk! Oh, ik dacht echt dat je mijn pen deed. Auw! Zo. Nee. Piemel op je voorhoofd! Ja! Auw. Bali.
Wil je zo graag mijn handje vasthouden? Dan mag je ook gewoon vragen, hoor. Oh, laatst viel ik uit bed s'ochtends, hè? Wist je dat? Nee. Oh. Ah, auw, mijn pols. Oh, dat vertelde Lex. Ja. Dat was leuk. Dat was echt heel grappig, want ik ging mijn ochtendhoofd in de spiegel bekijken. Toen viel ik uit bed. Hé. Hey. Dan ga ik in allebei kijken. Helemaal heig ik. Knokkels. Oh, zit het eigenlijk met het nerfgunnen, Fren? Gaat dat nog door? Ja, ik moest eigenlijk gisteren bellen, maar niet gedaan. En dus vandaag ook niet. Oh. Dus dan maar morgen bellen, ja? Oké. Okay. Want het is toch al gesloten. Ja. Doe prop. Moeten we wel doen, hè? Zonde als we dat niet doen. Ja, moeten we. Dat is echt leuk, want anders dan zitten we, hebben we dat Halloweenfeest en dan hebben zitten we niet met de gebakken peren. Moet even reminder morgen, ja? Ja, oké. Okay. Ik vergeet het overdag. Ja. Dat soort dingen bedenk ik alleen als ik niet kan slapen. Oh. Eerst knijpt het tussenuit. Ja, ik val in slaap als ik daar blijf liggen. Hoezo neem je je kussen mee? Ga je buiten slapen? Ja. Voor de poort. Voor de poort. Nou. Daar ben ik er heel snel bij volgende week. Doei. Dopper op. Dopper op. Gefopt. Ha. Ah, nee. Nee, hij zit er niet in. Je hebt niet gesport vandaag, hè? Nee. Oh. Slecht. Dat komt door die oude taart. Lex. Ja. Ja. Ik heb nog schoenen aan, hè? Ja. Bah. Bah. Hé, ik heb hele zwarte sokken. Nee, dat wil je niet. Nee, kijk. Ik heb hele zwarte sokken. Die speuk? Ja. Nee, allemaal zand. Doe er buiten. Ik heb allemaal zand. Ik ga expres tegenwerken. Eeuw. Waarom doe je dat nou? Kijk hoe zwart. Boeien. Oké. Zo. Lekker hoor. Lekker roken, hè? Lekker gerookt, hè? Ja. Lekker filtjes halen hier. Kom even goed liggen. Wat is goed? Oh, normaal ook licht. Is dit normaal? Ja. Oké. Okay. Je jas in bed. Ik zat het net ook te denken. Lol. Sjaaltje om alles. Waar zijn mijn oorwarmers? Vergeten. Een jasje uit. Oké, baas. Ja. Oh, is helemaal ingepakt ook. Oh. 1, 2. Yes. Ja, maar ik kan niet omhoog blijven. Oké. Ja. Ah. Wat is dit? Weet ik niet. Hey. Beter? Ja. Wel of niet waar. Ja. En als jij door de mand valt. Ja. Weet je, ik ben hartstikke kwetsbaar. Ja. Met je beroep hier. Ja, dus dat snap ik wel. Dus ik ben al lang blij dat zij wil komen. Ja. Dus, en dat het dan dat het uiteindelijk gelukt is. Want het was echt knijten lastig. Ja, dat snap ik. Was niet te doen. Ah! Sorry. Ah. Mijn mond is echt. Ik heb. Lekker wat gek. Hoe ga ik dit doen? Kantelen, denk ik. Is dat handig?
Ja, dat kan. Oh, we kunnen hem ook inklappen als dit niet lukt. Ja, doe dat wel. Wacht. Oh, hoe deed je dat nou? Oh. Sorry, deed je het weer zeer? Ja, maar het viel wel mee. Oké. Okay. Oh, Lexie wordt gek. Ja, die wordt zeker gek. Hij moet zo trouwens. Zo? Ik denk dat ik een visietafel. Nou ja, ik moet niks aan doen. Sorry, Gilex. Maak het echt alweer schoon. Ik word helemaal gek. Oké, hier moet... Moet hier ook een kleedje overheen? Ja, dat is die. Onze grote vriendin moet dan hier zitten. Zo, nou, stukjes. Hartstikke leuk. Gaan we vanavond toch eentje doen eens? Natuurlijk, ja, lekker. We hebben wel verdiend toch naar deze afgelopen hectische dagen, toch? Ik was net zo kapot, Hiss. Ik viel gewoon in slaap in de studio. Ja. Ik lag daar gewoon op de loungebank. Echt? Ja joh, niet normaal. Ik heb een uur geslapen. Echt? Ja, dat is echt geen grap. Wow. Jij zei ook zelfs in mijn slaap praten. Oh. Zo, nou, kijk eens. Kijk, ik heb zelfs bloed. Oh, dat is kut. Oh, elkaar. Pardon. Overleven we ook wel weer. Ik zit hier sinds ik hier woon onder de oorlogswonden niet te doen. Hé, hey, en wat is de... Hebben we een soort van schema of zo? Ja. In eerste instantie gaat de caravan. Samen voor hoe lang? Maar Brenda wil niet, dan gaan Jordi... Nou, ongeveer een kwartiertje hebben ze. Ja. Dan, daarna gaat de tent, want Mariska moet dan weer verder met koken. Daarna gaan Frenny en Lex. Ja. Andrea en Shelly. Ja. En jullie koningskoppen als laatst. Oké. Okay. En ja, je hebt ongeveer een kwartiertje, dus ik ga gewoon wel een beetje op de tijd letten. Dat ik er een beetje doorheen kan, want niet te lang bezig zijn natuurlijk. Ik moet even met haar goed even overleggen hoe lang ze heeft. Oh, nou. Hoi. We hadden het er net over. Nou, inderdaad. Ja. Hoi, Hiske. Dag, Hiske. Hi, Merel. Dag, Merel. Welkom. Wat leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, superleuk. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Okay. Tof. Nou, which way we go? Ja, wil je direct beginnen of wil je eerst nog even rondkijken? Want het is best wel, we hebben krap tijd namelijk. Zullen we gewoon maar... Ja, goed. Actie, harde actie. Ja, ja goed, we doen. Tot zo dan. Doei. Dat was oké. Tuurlijk mag je een handje geven. Oh, nou, super. Hoi. Jessie. Dag Jessie. Hoi, Monique. Heb ik nog chocomel bij mijn mond? Nee. Gaat goed. Nee? Gaat helemaal goed. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Nou, ik ook, dus dat scheelt. Ja, superleuk, want... Ja, het was op jouw verzoek, hè? Leuk, ja. Man. Ja. Ja, wat wij... We hebben met twee andere meiden hebben we een... zeg maar een soort met van bedrag verdiend. Met een wedstrijd, waardoor we nu eigenlijk dingen voor de groep doen. En we zitten dus nu in de finale. Ken je Utopia een beetje? Lieve schat, ik heb het nog nooit gezien. Oké. Okay. Dus dat scheelt weer. Oké, nou ja. We zijn nu nog met z'n 13 over. Ja, ja, dat heb ik begrepen, ja. En vandaag is iemand weggegaan. En we zijn eigenlijk een groep van 13 mensen die hier bezig is om een ideale samenleving op te bouwen. Ja. We gaan stoppen in december. Ja. En er gaat één winnaar uitkomen. Ja. En langzamerhand gaan er dus steeds meer mensen weg. Spannend, joh. Ja. Echt wel. Super spannend. En we hebben echt gewoon helemaal van nul af aan dit helemaal neergezet. Ja. Ja. Onwijs, joh. We kwamen hier... Hoe dat je die uitdaging ook aangegaan bent, toch? Ja. Wauw. Ja, Ben zit hier vanaf dag 1. Die is hier nu nog. En die heeft eigenlijk... En ik ben dag 12 of 13 ben ik binnengekomen als 8e inwoner. Ja. Dus we eerst hebben opgebouwd naar 15 mensen. Ja. En ja, we hadden nog helemaal niks. Ook toen ik er was, toen sliepen we in een tent. Serieus, joh. Ja.
Ja, super gaaf. Ja. Heel knap. Bijzondere heel knap. Ervaring. Ja, echt. Dat geloof ik zeker. Dus, maar we zijn dus nu heel erg benieuwd. Wat gaat onze toekomst brengen? Ja, dat snap ik. En het grappige was, of ik begrijp of de vraag was of ik een glazen bol wilde meenemen. Nou, die heb ik niet. Nee, nou, oké. Want ik doe het gewoon lekker zo. Oké, helemaal prima. Hey, waar wil je dat ik ga zitten? Deze, ja, deze graag alsjeblieft. Dat is het beste voor ons. Want dan kunnen de mensen. We gaan in groepjes van 3 à 2 mensen. Vind je dat oké? Ja, ik vind het helemaal goed. Ik denk dat ook, dan kan ik ook iedereen mooi even de aandacht geven. Ja. Want hoeveel mensen komen er uiteindelijk? Uiteindelijk wil iedereen graag. Oh nee! Ja, echt waar? Leuk! Ja, leuk hè? Ja, cool. Ik hou mijn jas even. Ja. Ik leg hem dan gewoon op het bedje. Ik heb water voor je neergezet. Ja. Ik weet niet of je liever. Je bent bako. Nee, grapje. Nee, water is prima, joh. Ja? Ja. Als je koffie of thee wil, moet je het even aangeven. Nee, maar water is goed. Ja? Ja. Kan ik alvast een paar mensen toe? Kom maar. Oké, okay, ja, ga ik even een paar mensen ophalen, ja, komen die eraan. Is goed. Echt superleuk dat je er bent. Ja, leuk, man. Lex, wil jij als eerste misschien met Fren? Wat? Wil jullie als eerste, jij of Rex? Ja hoor. Ja? Fren is er al. Ja, die zijn bezig. Oké. Okay. Oh, zijn die even aan het krikken? Nou, die zijn denk ik wel aan het krikken, ja. Oké, maar wil jij dan eerst deel met jullie groep? Met Jordi en zo? Ja, we gaan nu met z'n drieën. We gaan 3, 4 mensen. Oh, echt? Ja, omdat het anders te lang duurt. Dan ga ik. Tadaa! De eerste ronde! Hi! Ellen! Hi Jordi! Jordi en Monique! Hi! Hi Milena! Oh, wat gezellig met die kussentjes. Ja, ja. Leuk hè? Ja, ik heb ze al weggedaan, ons vasten het allemaal niet. Vind je het spannend of? Ik ben heel benieuwd. Jullie zijn heel erg benieuwd. Ja, nou, helemaal leuk, helemaal leuk. Ik heb geen glazen bol, dus ik ga niet meteen in de toekomst kijken. Oh, ik zal jullie een klein stukje uitleggen. Doe je dat normaal gesproken wel? Wat? Met een glazen bol? Of? Nee, helemaal. Okay. Ik ben gewoon een Amsterdammer die ook gewoon een bakootje lust en een wit wijntje. Oh, en gewoon Monique, ik heb ook wel tattoo en zo. Dus ik ben geen zweefteef, zoals we dat dan afdachten. Ja, jij zit helemaal. Ja, ik heb er van aan. Jullie zitten helemaal om, nee. Ik ken jullie helemaal niet, want ik volg het programma helemaal niet. Dus het is voor mij alleen maar helemaal leuk. Betekent dat ik misschien wel dingen kan zeggen waarvan je denkt, nou ja, als je me 24 uur per dag volgt, dan moet je dat van me weten. Maar ik ken jullie dus echt god niet. Dus dat is alleen maar helemaal leuk. Alleen maar top. Ik probeer het kort te houden. Normaal gesproken als ik een reading, want dat noemen ze een reading, hè? Ik ben medium. Mm. En een medium betekent dat je energie kunt voelen. En ik voel het op 4 verschillende manieren. Helder horen zijn woorden, helder zien zijn plaatjes, helder weten is weten en helder voelen zijn de emoties. En die komen alle 4 tegelijkertijd binnen. Dat betekent film, ondertiteling, geluid en een nasynchronisatie. Dus dat gebeurt allemaal zeg maar in mijn hoofd. En voor mij is het fijn om in eerste instantie 1 voor 1 op jullie af te stemmen. Dan krijg je zeg maar een soort van openingszin, een eerste gevoel wat ik bij je krijg. Of ik echt de toekomst kan zien, dat kan ik niet per definitie garanderen. Omdat het helemaal afhangt van jouw energie in het hier en nu.
Dus dat hangt vanaf of ik dat mag zien. Ik weet niet hoe ik het anders aan je moet uitleggen, maar zo zit het in elkaar. Maar het kan ook zijn dat je misschien straks een specifieke vraag hebt. Dus als je straks eventueel een vraag hebt, probeer hem concreet te stellen. Dus niet met een heel verhaal, want ik wil niks van je weten. Oh ja. Nou is dat natuurlijk voor mij in één kant heel fijn, omdat ik ook niks van jullie zeg maar weet. Als ik dingen aan je uitleg, want ik zit niet de hele tijd naar je te kijken, want af en toe zit ik een beetje van het licht te kijken, een beetje mijn ogen dicht, ben ik aan het luisteren. En dan koppel ik wat terug, wat ik bij je voel en wat ik bij je ervaar. En dan mag je alleen maar antwoorden met ja, nee, misschien. Voor de rest niks. Mond op slot. Ja, nee, misschien. Dus niet een heel verhaal vertellen, want dan doe jij de reading en niet ik. Die kaart heb ik voor de leuk mee. Dan mag je daarna aan het einde mag je een kaart trekken en dan staat daar nog een boodschap in. Maar ik leg geen tarotkaarten, dus ik ben geen behaarzegster. Okay. Ja, gewoon Monique. Milène, zeg ik goed, hè? Klopt. Vind je het goed als ik met jou ga beginnen? Ja. Dan ga ik gewoon het rijtje af, dan weet je precies wanneer je aan de beurt bent. Lekker makkelijk. Handig. Ja, toch? Lekker handig. Ja. Ik heb altijd even mijn ogen dicht. Dus dan stem ik me af, zoals we dat noemen. Dan haal ik jouw energie naar mij toe, zeg maar. Wij hebben gewoon even wifi-verbinding. Mm-hmm. Daar komt het op neer. Okay. Alright? Ja. Ik ga naar jou toe, Milène. Wat ik bij jou ervaar is dat je niet altijd meteen het achterste van je tong laat zien. Over het algemeen ben je een beetje kat uit de boom kijken. Meer naar jezelf toe, zeg maar, gericht. En op een gegeven moment als je denkt van nou, dit voelt vertrouwd, dit voelt oké. Dan stap je pas naar voren en niet eerder. Dus je bent niet meteen, tada, op de tafel staan. Kun je me volgen als ik dat zeg? Begrijp je dat? Ja. Ja? Oké. Okay. Als je iets doet, dan wil je ook echt goed voorbereid zijn. Want je gaat niet, als het iets half is, dat ga je gewoon niet aan. Tot 100%, het moet gewoon helemaal kloppen. Ja. Aan de ene kant is het heel fijn, maar aan de andere kant is het ook heel erg, maak je het soms ingewikkeld voor jezelf. Mm-hmm. Omdat je, perfectionist vind ik een te groot woord, maar je zit er wel tegenaan. En soms is dat een stempeltje, maar ik ben ook mega perfectionist. Dus er is helemaal niks mis mee, maar soms kan het wel heel ingewikkeld voor jezelf zijn als je dat bent. Hè? Ja. Zo grappig, jij bent wel iemand die heel erg goed kan observeren en heel erg goed kan leren van anderen. Dus je kijkt om je heen en je ziet wat, je denkt, oh, dat kan ik gebruiken. En dan niet meteen op dat moment zelf, maar later, op een ander moment, op een andere dag, denk je, oh, wacht even, dat heb ik gezien bij die en die, of dat heb ik, weet ik nog van vroeger, ik noem maar wat, het kan een herinnering van je moeder, van je vader, van je zus, van je broer zijn. En dan heb je gezien van, oh, jij gebruikt, je bent net zo'n kruidenvrouwtje waar overal kruiden staan en je pakt precies, zeg maar, datgene wat nodig is, wat voor jou van toepassing is. En dat kan helemaal in het verleden zijn geweest, en dat kan ook nu gewoon hier, zeg maar, nu waar je nu woont, zeg maar. Begrijp je me? Ja. En dat doe je heel subtiel. Dat jij kan, wat mij betreft, heel goed inspelen op alles. Jij gebruikt alle ingrediënten precies op het juiste moment. En dat pas je gewoon heel goed toe. En daar denk je ook over na. Dus je doet het ook niet zomaar. Je denkt er ook echt over na. Maar dat is wel grappig. Ja, ik vind het altijd grappig om die dingen dan in mijn hoofd hoor. Ik snap er helemaal niks van. weer even terug naar jou, Milène. Nou weten we natuurlijk dat het binnenkort gaat stoppen. Hè? En natuurlijk willen we allemaal willen we winnaar zijn. En dan ga ik toch iets over naar jou toe zeggen. Want ik weet niet of dat jou het allerbelangrijkste voor jou is op een of andere manier. Snap je? Kan zijn dat het allemaal geweest is in de programma's. Hè? Ik heb het niet gezien. Hè? Dus trust me. Want op een of andere manier is voor jou de ervaring, het leren omgaan met andere mensen. Want dat is voor jou ook een dingetje. Omdat je heel erg van je comfortzone bent. En nu heb je helemaal buiten je comfortzone ben je gestapt. Je bent dit echt aangegaan zo van, what the fuck doe ik eigenlijk? Ja. Piep. Nou ja. Dat. En dat is niet voor jou dat jij echt pertinent wil winnen. Nee. Je wil het wel volmaken. Aan de ene kant wil je het wel volmaken, maar niet per se om te winnen. Dus op een andere manier zit je erin. Je hebt het ook echt gedaan omdat je zelf wil ontwikkelen, zelf wil groeien. En ja, dat klinkt misschien gek als ik het zeg. Volwassener wil worden op een of andere manier. Je wil er echt heel veel uit aan. Daar krijg ik ook echt kippenvel bij. Dus dat stukje is denk ik voor jou levenslessen. Leren omgaan met mensen. Groter worden, volwassener worden. Maar vooral voor de toekomst. Omdat jij dat op een of andere manier gevoeld hebt, denk ik, dat je dat nodig hebt. Waarom weet ik ook nog niet. En ik ga kijken nu, want ik moet natuurlijk iedereen doen. Dus ik moet even kort houden. Maar 3 kwartier. Ik ga kijken of ik wat over de toekomst voor jou kan zeggen. Hoe dat. Want heb. Nee, wacht, ik ga terug. Heb je een vraag? Nee. Nee. Ja, wat jammer nou. Sorry. Nee, helemaal niet.
is hier wel warm, hoor. Ja. Ik kan hem even uit. Ja, doet hem er even uit. Ik heb het juist heel fris. Ja, nee, echt? Ja. Dan ben jij gewoon zenuwachtig. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. We gaan eerst even nog naar jou toe. Excuse. Nee, dat geeft niet. Dat kan allemaal door elkaar heen. Even kijken voor jou. Wat kan ik zeggen over... eventueel na het leven hier... Ik heb het gevoel dat jij echt even gaat terugtrekken. Dat je echt even alles gaat laten bezinken. Dat je zeker contact gaat houden met hier en daar personen. Die kies je wel heel bewust uit. Want je gaat niet met iedereen contact houden. Die gaat er echt misschien hooguit. Laat ik het voorzichtig zijn. 1, 2 of 3. Ik kan nog even niet kiezen. Dat ervaar ik. En je gaat op die manier... Je gaat wel contact houden, maar je gaat wel helemaal je eigen weg. Je wil niet dat het leven hier de rest van je leven gaat beïnvloeden. Nou weet je dat het natuurlijk op een bepaalde manier wel beïnvloed wordt. En toch ga je ervoor zorgen dat je echt je eigen identiteit gaat zeg maar vasthouden. En uiteindelijk... ik voel gewoon daarna even dat je een soort van gaat terugtrekken. En gaat onderzoeken van wat heb ik nou in de afgelopen jaar, wat heb ik geleerd, wat ga ik ermee doen. En alsof je na aanleiding van dat stukje bezinning, noem ik het maar even, alsof je dan je, zeg maar, je toekomst gaat bepalen. Want nu als je gaat nadenken over een jaar of over 5 jaar, dan zijn er wel flarden naar mijn idee die er voorbij komen. Maar ik krijg nog niet een 100% plaatje daarvan. En ik heb het idee dat je dat na... 4, 5 maanden als je hier weg bent, dat dan op een gegeven moment voor jou duidelijk wordt dat je denkt van, oh wacht, dit vond ik zo'n super ervaring dat ik hier ben geweest en daar wil ik iets mee gaan doen. En nu is het voor mij nog blurp, zeg maar. Snap je dat? Begrijp je dat? Ja. En het is natuurlijk wel heel erg leuk als ik al 4, 5 maanden iets van je lees en wat je uiteindelijk zeg maar gaat doen. Maar je komt er naar mijn idee ook pas later achter. En je gaat dit allemaal echt gebruiken om een stap te maken. Dus ja, dat, zo voelt het gewoon ook echt. Okay. Ja? Mm-hmm. Snap je? Ja. Alright. Help, wie is je naam? Jordi. Jordi. Ja. Hi, 10 punten voor mij. Ga je door voor de koelkast? Ik ga door voor de koelkast. Ik ga door voor de koelkast. Heb jij straks vragen voor mij? Nog niks nee, zeggen. Nee, nog nee. Even niet. Nou, als je vragen hebt, nog even wachten. Ja, dan ga ik eerst even naar jouw wifi-kanaaltje, oké? Ja. Oké. Jordi. Oké. Wat ik bij jou ervaar is dat je aan één kant wil je heel sterk zijn en wil je heel gedreven zijn. En probeer je echt hetgene wat je in je hoofd hebt, wat je wil gaan doen of wat je wil gaan bereiken hierin. Of dat dan een project is of wat dan ook, of met iemand omgaan is. Dan probeer je daar echt helemaal op te focussen. En soms bij het moment suprême, het moment dat je vlakbij bent om datgene te doen, dan ervaar ik ook een soort van terughoudendheid bij. Want je neemt het je altijd voor. En op een of andere manier, als je wat dichterbij bent, dan slaat er ergens iets toe. En of dat angst is of onzekerheid is of iets anders, dat verschil voel ik even niet. Maar het is net, je doet heel vaak ga je wel tot het gaatje en dan ga je ervoor, zeg maar, dan stap je eroverheen. En toch zijn er momenten dat je, als je heel dichtbij moet, dat je het echt met een soort van overlevingskracht die stap dan maakt. Maar als je heel diep aan de binnenkant bij jou kijkt, denk ik dat je het echt poepeng vindt. Moet je jij een even misschien op zeggen? Ja. Ja. Snap je me? Mm-hmm. Oké, niks mis mee. Het heeft puur met constateren te maken. Niks met goed of fout. Nee. En wat ik namelijk bij jou ervaar, is dat je die kracht ook echt uit jezelf haalt dan. Dus dat je jezelf misschien zelfs wel toespreekt. En echt iets, ja, want je wil wel. Je wil. Op een of andere manier heb je gewoon een hele sterke wil om het zeg maar te doen. Alleen, dat wil niet zeggen dat je altijd even makkelijk afgaat. En dat lijkt misschien voor anderen zo. Maar dat is niet het geval. Mm-hmm. Ik snap even hoe? Oké. Ja. Ondanks dat jullie al een tijdje met elkaar zeg maar zijn, denk ik dat jij nog steeds niet alles van jezelf hebt laten zien. Op een of andere manier ervaar ik bij jou, en het is je goed recht, hè, nogmaals, want dat is niks mis mee, ervaar ik bij jou een schulpje om je heen. Snap je dat? Misschien. Ik ga het verder aan je uitleggen. Ja. Hoe leg ik dat aan je uit? Je bent ongelooflijk op je hoede met alles.
Dus je kijkt constant om je heen. Wat doet iedereen? Wat zijn ze, waar zijn ze mee bezig? Ja, je bent net een soort van Inspector Gadget op een of andere manier. Of Inspector Morse moet ik misschien wel zeggen. Je bent heel erg aan het onderzoeken, aan het uitzoeken, aan het bekijken. Probeert in alles ook een voordeel voor jezelf eruit te halen. En het is niet altijd zichtbaar, zeg maar, voor de rest. Op een of andere manier ben je ook, ik noem het even, geheid. Snap je dat? En ik heb je niet helemaal gezien, hè? Dus ik vind het helemaal leuk. Iedereen die dit misschien ziet, die heeft gezegd, ja, natuurlijk, maar dat is Jordi. Maar ik vind het wel grappig. Want je doet wel heel erg, en dat gebruik je allemaal, zeg maar, op momenten dat het, zeg maar, voor jou handig is. Maar daar zit toch nog iets onder. Er zit dat met dat muurtje. Dan moet ik eventjes uitsnorren hoe dat in elkaar zit. Ik denk dat het voor jou heel erg belangrijk is dat je ook echt de stap maakt om helemaal jezelf over te geven aan wie je echt bent. Gewoon helemaal niks meer van wie je ook maar houdt, van wat je houdt, wat je doet, wat je leeft, wat je levensvisie is, wat je wil bereiken. Alle grote dromen die je hebt, het voelt alsof je heel veel dingen altijd over nagedacht, dromen hebt gehad of dingen die je wilde bereiken. En dan zitten ze hier als in een soort van ballonnetje van, dat is een droom. En op een of andere manier stop je ze telkens weer, zeg maar, soort van in een doosje. En ik zeg niet dat het hier pertinent gebeurt, maar ik praat even over het verleden. Alsof je het dan, zeg maar, steeds, dat je denkt van, nou, dat weet ik nog niet. Alsof je er niet voor uit durft te komen. En ik heb het gevoel dat het heel erg belangrijk is dat alles wat er in die doos gestopt is, wat je ooit bedacht hebt, wat je wilde gaan doen, waarbij je naar mijn idee ook zelf helemaal kunt uiten, dat het allerbelangrijkste voor jou is om, als je, zodra je hier het veld af gaat lopen, dat je ook echt denkt van, twee vingers omhoog, scheid aan de wereld, ik ga helemaal doen precies datgene wat ik in mijn hoofd heb, wat ik wil gaan doen. Want je blijft op een of andere manier heel erg rekening houden met wat dan ook. Snap je me? Ja. Ja? En dat wil ik je echt meegeven als advies. Steek die twee vingers omhoog. Ik mag het even niet doen, denk ik. Maar ik zou het zeker doen. En ga ook echt je eigen pad doen. En haal die dromen, die dingen die je ooit zelf vroeger bedacht hebt. Voor mij wil je balletdanser worden. Als dat ooit een droom van je geweest is, ga er dan voor. Dat is, ja, op een of andere manier is het net alsof je jezelf steeds niet goed genoeg ervoor iets vindt. En dan ga je wel al die dingen doen wat je net hebt uitgelegd. Hè? Je gaat tot hier en dan doe je een soort van overlevingskracht. Maak je toch die stap. Maar eigenlijk zou het gewoon mooi zijn dat je het zonder dat je heel erg in je kracht moet gaan staan. Dat je het gewoon vanuit natuurlijk mag doen. Dus kijk eens in die doos met dromen. Punt. Ja? Ja. Oké, moet niks, hè? Mag. Mag. Moet niks van mij. Heb je een vraag? Nee. Nee. Was het zo duidelijk? Nee, dit is... Het is goed zo. Ja. Ja. Help. Dylan? Ja. Oké, met een I of met een Griekse I? Y. Y, oké. Okay. Dure tak. Heb je vragen zo van mij? Ja. Oké. Okay. Ga ik eerst. Even concentreren, want ondertussen hoor ik stemmen, dus dan is het even iets ingewikkelder. Nog even wachten hoor. deel. Als ik naar jou toe ga, moet ik echt moeite doen om de deuren open te trekken bij jou. Eén kant laat je dat ook zien. Hè? Dat is even non-verbaal. Er is helemaal niks mis mee. Maar dat ervaar ik ook echt in je energie. Dat je echt zoiets hebt van, oké, wie ben jij? Wat kom je doen? En wat ga je over mij vertellen? Nou, één ding. Je pincode kan ik nooit vertellen. Want dat kan ik helemaal niet voelen of wat dan ook. Ik moet even moeite doen bij jou. Kan je aanplaatsen dat in het verleden mensen echt op een bepaalde manier altijd een mening over jou hadden? Ja. En dat je daar ook helemaal schijt genoeg van hebt? Ja.
Ja. Ik heb geen idee of dat hier zo is. Hè? I really don't know. Maar ik praat ook echt even voor Utopia-tijd. En hoe je je ook hebt opgesteld, hoe je je ook hebt aangepast, hoe je ook geprobeerd hebt om op een of andere manier jezelf te zijn, of je aan te passen, of nog weer anders te zijn. Je hebt volgens mij 360 graden rond heb je volgens mij gedraaid. En in welke positie je ook zeg maar gestaan hebt, er was altijd wel iemand die wat te zeiken had. Snap je dat? Ja. En je hebt nu echt zoiets van, zoek het allemaal maar even lekker uit. Ik doe precies waar ik zin in heb. En je moet van hele goede huizen komen. Wil je überhaupt bij jou iets voor elkaar kunnen krijgen? Snap je dat? Is je goed recht, hè? Nogmaals, ook weer constateren van mij. Het zou wel mooi zijn als jij zou kunnen proberen om op een andere manier naar jezelf te gaan kijken. Want ondanks dat je zoiets hebt van, oké, ik heb er schijt aan, hè, ik ben wie ik ben, mis ik bij jou de link met dat je ook echt naar jezelf durft te kijken en jezelf durft te accepteren. Want aan de ene kant wijs je naar de buitenwereld. Dan heb je zoiets van, hè, vroeger hebben ze dat allemaal over mij gezegd of van mij gevonden of wat dan ook. En dat snap ik. Maar aan de andere kant is het denk ik ook heel erg goed om naar jezelf te kijken. Want ook in dit stukje, voor mij is dit namelijk het verleden. Als ik hier met mijn hand zwaai, is het verleden. Dit is het hier en nu en dat is zeg maar toekomst. Wat ik hier ervaar, is dat er sommige dingen ook echt wel bij jezelf hebben gelegen. Want je bent niet altijd de makkelijkste geweest. Snap je dat? Misschien. En het is ook maar net hoe je jezelf natuurlijk daarin vindt staan. Wat ik je mee wil geven is, ga ook liever naar jezelf kijken. Want ik mis de verbinding met hier. Je kan aan één kant heel sterk zijn en een gesloten deur zijn. Sommige mensen laat je toe, maar dan laat je ze nog steeds tot hier toe. En niet tot hier. Snap je dat? Mm-hmm. En los van de mensen om je heen, merk ik het ook bij jezelf. Dus we noemen dat, het is altijd zo'n lekker spiritueel woord, zelfliefde of zelfrespect. En dat is iets wat je echt naar mijn idee mag doen, moet doen. Wil je gelukkiger worden, en ik zeg niet dat je ongelukkig bent, maar wil je gelukkiger worden en meer openstaan voor alles wat er zeg maar op je pad gaat komen en ook gaan genieten van heel veel dingen, zul je jezelf moeten gaan accepteren wie je bent en ook echt van jezelf gaan houden. En dat kan je helpen door gewoon letterlijk in de spiegel te gaan kijken en ga maar een paar minuten naar jezelf kijken. Ga jezelf een compliment geven. Mooie tattoo, mooie oorbellen, mooie neusring, mooi hoe je eruit ziet, mooi wat je hier gedaan hebt, wat dan ook, wat het ook maar is. Dan mag je zeker je twee middelvingers omhoog steken naar de rest van de wereld die in het verleden zeg maar iets negatiefs over je gezegd hebt. Maar begin bij jezelf. Daar ga je echt mee scoren. Ga je 100 punten mee halen. En het maximaal aantal punten is 100 punten. Snap je? Ja. Je hebt een vraag. Kom maar op. Ga ik met mijn huidige vriendin oud worden? Kinderen krijgen? En ik heb geen idee of dat iemand van hier is of iemand van buiten. Dus ik laat het even over me heen komen. Als ik daar naartoe ga, dan is het alsof je ook zelf echt die vraag stelt. Natuurlijk stel je die vraag aan mij en ben je erover na aan het denken. Maar het is net alsof jij, hoe leg ik dit aan je uit? Vind je jezelf goed genoeg voor haar? Daar hoef je niet op te antwoorden. Dat is een vraag die ik aan jou stel. Dat heeft weer te maken met je eigen waarde, je zelfbeeld. Als jij vindt dat je dé jongen voor haar bent en haar alles kan geven wat zij nodig heeft en dat jij daar de juiste persoon voor bent, pas als je daar 100% in gelooft, dan kun je bij elkaar blijven of bij elkaar komen. Maar zolang jij nog op een of andere manier dat schroepje om je heen blijft houden, zul je dat in de energie ook blijven uitstralen of uitstralen. Ik weet niet precies hoe de situatie in elkaar zit. En dus dat stukje wat ik net tegen je zei over naar jezelf kijken. Als je overtuigd bent van jezelf en alle positieve dingen van jezelf ziet en van jezelf houdt, dan ga je een heel ander energieveld om je heen zetten. En durf je het ook aan. Want ergens diep in je hart zit toch die vraag, ben ik goed genoeg? En die antwoord kan jij alleen maar geven als je dat aan wil. Snap je? Dus dat betekent dat je dat bij jezelf moet zoeken. Dat kan niemand anders iets over zeggen. Wij kunnen allemaal wel er iets van vinden, maar daar gaat het niet om. Het gaat om jou. Dus ik kan niet antwoorden met ja of nee. Want dat voelt niet goed. Ik zal nooit tegen iemand zeggen van, als iemand vraagt, ga ik met haar trouwen? Ja of nee? Nee, ik leg je uit wat ik eromheen voel. En daar kun jij iets mee doen. Ja. Snap je? Dus het is vooral je zelfbeeld.
Daar mag je echt, en dan, ja, dan maak je haar naar mijn idee de gelukkigste vrouw van de wereld. Maar ook jezelf, want uiteindelijk is geluk ook bij jou dan te vinden. Snap je? Ja. Ja? Ja. Oké. Willen jullie nog een kaartje trekken? Ja? Tuurlijk. Dan moeten we natuurlijk even de tijd in de gaten houden. Point. Want ik weet niet of jullie nog moeten eten of doen wat jullie... Dat komt daarna. Dat komt daarna. Nou, helemaal goed. Kies een stapeltje. Moeten we samen eentje kiezen? Of? Nee, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Toch grappig genoeg dat ik precies 3 doosjes had meegenomen. Kies eentje. Je mag gewoon een stapeltje kiezen. Dus kies jij als eerste. Welk stapeltje wil je? Ja, die. Ja. En welke wil jij? Die of die? Die? Nou, dat is automatisch voor die. Ja. Dan haal ik de boekjes eraf. Dan mag je even schudden. En dan mag je uiteindelijk 1 kaart eruit kiezen. Ik ben hier heel slecht in eigenlijk. Dat geeft niet, als er maar even jouw energie in zit. Oké. Dat is no problem. Stop. Je hoeft niet als een casino mannetje te zien. Oef. Scheelt weer. Gelukkig maar. Maar het gaat echt... Gaan we bij jou beginnen. Top. Moet ik gewoon eentje... Ja, gewoon eentje eruit kiezen. Random. Ja. Random. Kies er maar een. Visje. This one. Oh, mooie kleur. 33. Hou je van paars? Leeuwengids. Leeuwengids is hier om de leeuw die binnen in jou ligt te slapen te wekken. Jouw innerlijke leeuw is sterk, vindingrijk en machtig. Je hebt echte kracht en de moed om te doen wat gedaan moet worden. Het is tijd om de wereld te laten horen hoe jouw leeuw brult. Leeuwengids is hier om je te helpen en je te realiseren dat jij de baas bent over je innerlijke en uiterlijke wereld. En om je troon te claimen als de rechtmatige heerser over jouw koninkrijk. Als je dat doet, stap je als vanzelf in je leidersrol. Ta-da. Nou, last but not least. Oeh. Zoek schoonheid. Helemaal afbeelding. Nu is het tijd om eens over de liefde na te denken en op zoek te gaan naar schoonheid. Creëer herinneringen. Neem de tijd om te genieten van ervaringen, feestelijke momenten en bijzondere gebeurtenissen. De herinnering aan gelukkige momenten zullen je steunen. Kijk niet alleen naar de wereld om je heen, maar ook naar de wereld binnenin jezelf. Laat je gedachten eens gaan over de liefdevolle eigenschappen die je in jezelf waardeert. Bekijk eens hoe mooi je jezelf bent. Kijk naar jezelf en naar de wereld om je heen vanuit een nieuw perspectief. En die laatste zin is helemaal het mooiste. Kanjer. Lieverd, ik hoop dat ik jullie iets meegeef. Mag ik je zo een knuffel geven, schat? Ja. Ja, kom, gaan we doen. Ik ga er even tussenuit. Hé, hey, lekker ding. Dankjewel. Ga lekker, je plan, de campagne komt daarna. Komt allemaal goed. Plan en campagne ook. Komt daarna. Komt daarna. Dag, lieverd. Ik ga ook een knuffel geven. Ja, is goed. Hé, hey, dag Jody. Super bedankt. Ciao, alsjeblieft. Nou. Hé, hey, dag Kenje. Super bedankt. Doei, hè. Yes. Dat is hier. Ja, succes nog. Open, hoor. Ja, komt even een beetje worden. Frisse lucht. Hè? Nou, de volgende ronde. Ja. Hoi. Hi. Monique. Mariska. Mariska. Dag, hallo. Hoi. Hi, Gerrit. Dag, Gerrit.
Laat hem maar een klein beetje open. Okay. Het is echt ja, warm. Het is alsof ik in een sauna zit, joh. Ja. Vind je het niet warm? Nee. Nee? Ja. Wow. We zijn het gewend, hè? Ja. Ja. Ik zei net tegen de anderen al, ik ken het programma helemaal niet. Dus ik ken jullie ook helemaal niet. Dus dat scheelt weer. Kan ik ook helemaal niks gaan gekke dingen doen. Of juist wel. Dat is maar net natuurlijk wat er is. Ik leg je kort uit hoe ik werk, hoe ik het doe. Ik werk als medium en ik stem er één voor één op jullie energie af. En dan neem ik de energie waar als helder horen, dat zijn woorden. Helder zien zijn blaadjes. Helder weten is weten. En helder voelen zijn de emoties. Die komen alle vier tegelijkertijd binnen. En dat creëert zeg maar het verhaal in mijn hoofd. Ik leg geen tarotkaart, dus die lees ik niet. Dat is echt puur wifi-verbinding met jou. En ik pak het ene, hetgene wat zeg maar het meeste aandacht vraagt op dit moment. Ik zwaai ook altijd met mijn handen. Dit is voor mij hier het verleden, dit is het heden en dat is toekomst. Toekomst kan ik niet per definitie kijken, want het hangt van het heden af of ik door de blurb mag kijken wat er eventueel in de toekomst gaat gebeuren. Het kan zijn dat je een specifieke vraag hebt, zeker even aan mij stellen. Het enige wat ik praat ook steeds sneller volgens mij vanwege de tijd, maar dat maakt niet uit. Als je een vraag hebt, laat mij vooral eerst eventjes beginnen. En dan kan je, daarna kun je zeg maar je vraag stellen. Dat is een hele lijst. Ja, want we moeten natuurlijk iedereen even de kans zeg maar geven. Ja. Dus we gaan wel zien waar we uitkomen. Ik ga gewoon een volgorde. Dat is lekker makkelijk. Dan weet je precies wanneer je aan beurt. En ik ben alweer de namen vergeten hoor. Gerrit. Lekker. Mariska heb ik wel onthouden. Hiska natuurlijk ook. Gerrit. Ik doe even mijn ogen dicht, wifi-kanaaltje opstarten. En af en toe kijk ik een beetje die kant op. En dan kijk ik een beetje zo. En dan ga ik je uitleggen wat ik voel en ervaar. Als ik iets aan je uitleg, dan hoef je daarna... Want dan vraag ik van, herken je dat? Snap je dat? Mag je alleen maar antwoorden met ja, nee, misschien. Voor de rest mond op slot. Ik wil het zuiver houden. Ik wil echt puur vanuit de energie jouw energie voelen. Yes? Ja, duidelijk. Zit je er klaar voor? Yes. Bingo. Ik ben gewoon Monique, hè? Bakootje, wijntje. Ik ben gewoon. Okay. Geen zweefde. Mis de wijntje erbij. Ja. Ja. Geen baken. Ja. Nee. Wat ik bij jou ervaar is, jij voelt voor mij als een labrador. En dat ga ik je even proberen uit te leggen. Als jij iemand zijn vriend bent, dan ben je ook echt vriend. Dan geef je jezelf 100% en dan ben je als iemand daar ook echt op een positieve manier gebruik van maakt, ben je ook echt vriend voor het leven. Want jouw hart zit absoluut op de goede plek. Je bent betrouwbaar. Daarom zeg ik even labrador. Hè. Dat is altijd zo'n lekkere knuffelhond. En daar weet je gewoon, daar kun je heel vaak mee spelen. Daar kun je tegenaan liggen. En het is gewoon heel vertrouwd. Zo ervaar ik jouw energie. Begrijp je dat? Kun je dat plaatsen? Oké. Okay. Jij voelt voor mij ook echt als een steunpilaar. Niet alleen voor hier, maar gewoon puur in je dagelijks leven. Hè? Dus even los van het leven hier. Gewoon de andere mensen die jou zeg maar, ook kennen. Voel jij echt voor mij als een steunpilaar. Niet meteen dat je op de voorgrond treedt of wat dan ook. Dat je altijd haantje de voorste bent in groepen of wat dan ook. Nee, je bent er. En nou, wat ik al zei, je bent echt een steunpilaar. En ik denk dat je zelf niet altijd in de gaten hebt wat voor belangrijke rol je eventueel voor anderen zeg maar speelt. Dus omdat je gewoon niet meteen heel erg naar de voorgrond treedt, heb je dat ook niet meteen in de gaten. Maar je bent heel erg belangrijk voor heel veel mensen. En dat kan familie, vrienden, even los nogmaals van hier zeg maar zijn. Kun je me volgen? Snap je dat? Ja? Oké. Okay. Als je, ondertussen komen er allerlei woorden in mijn hoofd, dus ik, dus ik ben aan het luisteren. Als jij dingen doet, als je dingen voor jezelf onderneemt, dan blijf je op een of andere manier nog steeds rekening houden met anderen. Want je blijft maar in je omgeving kijken van hoe voelen mensen zich, gaat het goed met hem, kan ik iets voor hem doen als ik het voor mezelf doe, kan ik dan eventueel, als ik het dan doe, is het dan eventueel voor die ook handig. Of wat? Op een of andere manier blijf jij constant maar je voelsprieten open houden, zodat je voor iedereen wil je het zeg maar goed doen op een of andere manier. Je kijkt wel naar, je bent wel bezig met jezelf, maar je blijft altijd rekening houden met. Kan je me volgen? Ja. Kun jij voor mij die deur nog één tikje een beetje wijer zetten? Zo, goedemorgen. Kom maar door. Heerlijk, dat komt ook omdat ik aan het werk ben. Dus dat is echt, ja, dat is gewoon heel tof. Je bent echt, nou, ik wil je eigenlijk geen eens een labrador noemen. Ik noem je gewoon een Sint-Bernard. Want een Sint-Bernard-hond, die is natuurlijk echt een mooie bevrijder. Hè? Als mensen moeten zeg maar, gaan redden.
Wat ik wel heel mooi aan je vind, is dat je wel heel goed in de gaten houdt dat je wel zelf ook aan de beurt komt. Dus je bent wel steeds bezig met anderen, dus je let heel erg goed op anderen. Maar je, datgene wat jij voor jezelf zeg maar wil bereiken, dat doe je wel. Alleen soms niet meteen recht toe recht aan. Dan doe je het via een omweggetje, want ondertussen ben je nog iedereen aan het helpen. Maar uiteindelijk bereik je je doel wel, want dat vergeet je niet, dat verlies je niet uit het oog. Want sommige mensen die kunnen ook echt... voor anderen altijd klaarstaan, dan vergeet ze zichzelf helemaal. En dat is niet het geval bij jou. Maar jij doet het gewoon heel keurig. Dus je blijft altijd heel goed ook op jezelf gericht. Ja, had vragen. Ja. Kom maar op. Kom maar op met het lijstje. Eens even kijken. Ja. Hoe gaat mijn toekomst naar Utopia eruit? Ja, dat is een goede vraag. Ik ga kijken of ik daar nu al antwoord op mag geven of dat ik nog even iets over jou moet uitleggen, alright? Ja, is goed. Ik denk jij... ik weet, dat zeg ik even hardop, hè, want jullie zijn allemaal ondernemers, als ik het goed heb begrepen. Hier, jij blijft naar mijn idee ook echt ondernemer. Alleen of dat in deze vorm is, dat geloof ik niet. Maar op een of andere manier, als je zo'n eerste instantie naar jou kijkt, zou men niet meteen verwachten van jou dat je een ondernemer bent. Maar uiteindelijk ben je dat ongelooflijk goed. Want je bent heel gekwiks is niet het goede woord. Jij, ik ga even luisteren, want ik ben niet even de woorden ervoor. Dus ik heb wel het gevoel dat je ondernemer blijft. Alleen niet in de vorm wat je nu aan het doen bent. Dus ik ga even kijken wat ik daarover mag zeggen. Ja, dat is toekomst. Dat is echt koffiedik. Dat is garantie tot aan de voordeur hier zo. Ik ervaar je in een bedrijf waar uiteindelijk meerdere mensen zeg maar werken. Of je dat helemaal zelf gaat opzetten of dat je gevraagd wordt daarvoor en zeg maar gaat leiding geven. En dus in een hogere functie zeg maar leiding gaat geven en ondernemer kan spelen. Dat verschil voel ik zeg maar niet. Hè? Dus of je het zelf gaat beginnen of dat je zeg maar bij een bedrijf wordt gevraagd. En op een of andere manier zie ik mensen om je heen en jij bent de motivator, de aanstuurder, overzicht houden. Dus ik noem dat even helikopterview houden, want je blijft rustig. Je blijft overzicht houden en je kunt mensen motiveren. Want op een of andere manier blijf jij altijd zacht. Al zie je dat er heel veel dingen misgaan, kun je nog steeds heel gericht to the point, kun je zeg maar de dingen aangeven van let daar even op, kijk daar even naar. Zonder dat je meteen iemand helemaal afbrandt. Want je blijft altijd positief. Dus op een of andere manier blijf jij een motiveerder, motivator, ik weet niet precies het woord ervoor. Dat is heel erg wat ik bij je zie. En dan wel in ondernemersvorm. En het kan zomaar ook zijn dat je wel voor bepaalde dingen gevraagd wordt, maar dat je...
te schrijven. En misschien vlak daarna. Maar op een of andere manier zal dat niet de voldoening geven die je had gehoopt te ervaren in de muziek. Want ik blijf je zien in die club mensen waar ik het net zeg maar over had. Dus wel mensen motiveren. Of dat mensen zijn in de muziek, dat weet ik niet. Want het soort bedrijf kan ik zeg maar niet zien of niet voelen. Dus wil niet zeggen dat je geen nummers gaat maken of dat ze uitkomen of wat dan ook. Maar het voelt alsof het begint en het zeg maar zo weg ebt. Ik heb niet het gevoel dat ik over 2-3 jaar een hele bekende rapper, dat je heel veel hits gemaakt op een van. Dat is het niet. Maar hou je vooral niet in. Want ik wil je niet demotiveren. Zeker niet. Maar ik denk dat je ergens anders je geluk gaat vinden. Op een andere manier qua werken. Jij zou naar mijn idee ook echt heel goed met jongeren kunnen werken. Jongeren kunnen motiveren. En in wat voor vorm dat dan ook maar is. Maar ik weet niet of het meteen muziek is. Nee, want gewoon zelf kiezen. Hè? Ja, absoluut. Zal ik nu doorgaan naar de volgende? Ik denk dat goed is omwille van de tijd. Oh, en weer naam kwijt. Mariska natuurlijk. Oh, 10 punten. heb jij vragen straks van mij? Ja, eentje. Ja. Eentje? Ja. Oké. Okay. Ik ga even voelen of ik klaar ben met Gerrit. Hè? Voordat ik dat in één keer stop en het is nog niet klaar. Ja. De vraag is of jij zelf muziek blijft schrijven. Het kan zomaar zijn, dus dat je het zelf gaat uitgeven. Het kan zomaar zijn dat je wel muziek gaat schrijven of iets gaat eerder gaat produceren. En dat je het helemaal zelf ook gaat uitvoeren. Dat is het woord waar ik even naar zocht. Daar zit een verschil in. Daar zit een verschil in. Dus ik heb het gevoel dat wat je schrijft, dat eventueel wel door anderen wordt uitgevoerd. En dan ben je dus op de achtergrond en niet op de voorgrond. Snap je? Ja. Zie, ik was nog niet klaar. Ja. Alright, nu ga ik mee aan Maries. Je mag hem wel zometeen weer een klein tikje hier, anders zitten jullie helemaal te bibberen. Ja, een beetje frisse lucht is lekker. Oké. Okay. Bij jou moet ik iets meer moeite doen om door de energie zeg maar te komen. Dus dat betekent er zitten gewoon even wat deurtjes voor. Dus het duurt even iets langer dan dat ik met Gerrit meteen kon praten. Bij jou heb ik het gevoel alsof ik het spel stratego aan het spelen ben. Je hebt keurig al je pionnen zeg maar neergezet. En je weet precies welke stap je maakt. En je kijkt heel goed om je heen. Je bent heel tactisch. Je weet precies welke move je moet maken. Hoe je moet doen. Je hebt alles naar mijn idee in de gaten. Kun je me volgen? Snap je dat? Oké. Okay. En je laat zeker niet het achterste van je tong zien. Want heel veel dingen bewaar je ook echt voor jezelf. Of dat helemaal hier specifiek op geënt is. Op Utopia. Dat je daar zeg maar heel duidelijk je strategie op uitgezet hebt. Dat weet ik niet. Het kan zijn dat. Want dat voelt wel voor mij als een soort van natuurlijk iets voor jou. Het is niet zo dat je opeens een hele andere Mariska hier bent. Dan dat je zeg maar in de buitenwereld zeg maar bent. Dus jij weet gewoon heel goed. Wat je aan iedereen hebt. En je weet ook heel goed hoe je alles kunt inzetten. Ja, ik voel dat echt als een bordstratego. Dus je weet precies welke set je moet maken. Het is grappig, want ik heb eigenlijk bij eentje net aangegeven, heb ik het iets over het winnen. Hè? Want ik weet dat het natuurlijk nog 2 maanden duurt en dat er dan uiteindelijk een winnaar uitkomt. Maar ja, heb ik echt het gevoel dat je absoluut voor de overwinning gaat. Nee. En toch voelt dat zo. Dan ben ik heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Buiten wel. Buiten wel, maar hier binnen niet. Okay, buiten wil ik altijd de winnaar zijn. Ja, oké. Okay, buiten dus wel, maar hier nog niet. Nee. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik zeg niet dat je de winnaar wordt, want daar brand ik absoluut mijn vingers niet aan. Maar ik heb wel het gevoel dat je op een of andere manier een soort van jokers nog uit je tas gaat halen. Ik weet niet precies waarom ik het zeg. Dat gaan we vanzelf wel een keertje meemaken. I really don't know. Terug. Ik ga gewoon even naar jouw vraag meteen al. Of ik mijn droomman nog ga ontmoeten. Of jij je droomman nog gaat ontmoeten. Ja. Wauw. Kan
het kloppen dat er in jouw gedachten al wel een droomman is? Waar je al contact mee hebt? Dat was zo. Dat was zo. Oké, want ik voel namelijk een energie van iemand. En nogmaals, ik heb het hele programma niet gezien. Dus ik weet helemaal niet wat hier speelt. Of wat er gespeeld heeft. Mm-hmm. Want die energie ervaar ik gewoon nog. En op een of andere manier voelt het alsof je daar nog steeds op een bepaalde manier, zeg maar, verbinding mee hebt. Die kun je nog niet, naar mijn idee, nog niet helemaal loslaten. Maar dat moet ik even hardop zeggen. Wil ik daar in de toekomst kunnen kijken? Als ik daar antwoord op mag geven, denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je voor jezelf op een gegeven moment je ook openstelt voor een nieuwe, andere relatie. De droomman, zeg maar. Want je voelt op een of andere manier sowieso nog verbonden met die energie waar ik het net over had. En op een of andere manier voel je ook voor mij, zeg maar, een soort van terughoudend. Terughoudend in de zin van God, hoe leg ik dit uit? Ik moet even goed voelen dit, hoor. Want dat vind ik altijd heel erg niet lastig. Ik vind het heel kwetsbaar om dat soort dingen te zeggen. Want ik wil niet voor jou bepalen wel of niet je droomman. Dus ik ben altijd heel precies met het kiezen van mijn woorden. Aan één kant zie ik een lijstje waar je vindt waar een droomman aan mag voldoen. Want op de een of andere manier zit je ook wel zo in elkaar. Maar aan de andere kant weet je ook dat je daar eigenlijk het beste gewoon een propje van kan maken. En ik voel heel erg ertussenin zitten. Dus je bent aan één kant wil je het lijstje nog. En eigenlijk sta je op het punt om er een prop van te maken. En als je dat kan doen, als je dat helemaal los kan laten, dan sta je open voor de droomman. Omdat je daar laat je namelijk je kwetsbaarheid mee zien. En sommige dingen wil je heel erg in controle houden. Wil je absoluut helemaal precies hebben zoals je het hebt. Dat heb ik je net al helemaal uitgelegd hoe je in elkaar zit. Als je dat los kan laten, dan gaat je energieveld veranderen. En komt er iemand op je pad die misschien absoluut niet de ideale man is qua uiterlijk, qua karakter, et cetera. Maar op een of andere manier jou zoveel gaat geven dat je denkt van wauw, dat is eigenlijk grappig. Ik had nooit verwacht in een relatie dat ik dat ene veel belangrijker zou vinden dan het uiterlijk of karakter. Ik noem maar even wat. En het heeft puur met het lijstje te maken. Als je daar een prop van kan maken, ga je los. Zo. Geen idee waar ik het over heb. Nou, het klopt wel. We hebben laatst een lijstje gemaakt. Nee, serieus? Ja. Mag ik hopen dat het niet op tv is geweest? Oh, dat weten we niet. Nee, weet ik ook niet, want ik vind het hele programma niet. Dus dat is grappig. Ja, dat voelt, als je die los kan laten, maak er bewijs van spreken. Als je hem nog hebt liggen. Ja, we hebben hem nog. Ja. Ga kijken wanneer er een moment voor jou is dat je er echt een prop van kan maken en dat je het kan verbranden. Want dan laat je het namelijk los. En dan ga jij ook heel anders erin staan. Snap je? Ja. Oké. Dank je. Iske, ja, het is eigenlijk, this is the moment, hè? Jij bent degene. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Ik ga eens even weer op jou afstemmen. Ja. Heb je straks vragen voor mij? Ja, dat kan wel. Ja? Ja, dat komt goed. Wat ik bij jou eigenlijk meteen ervaar is een soort van moeder de gans. Oh, sorry. Dat is wel goed. Ja. Ik voel je echt meteen alsof je voor iedereen zorgt en iedereen doet. Niet alleen hier, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Okay. Je bent heel erg betrokken bij anderen. Je wil het niet mensen naar de zin maken, maar je hoopt dat mensen het naar de zin hebben. Dat is een groot verschil. Dat is een groot verschil. En ja, grappig is dat. En op een of andere manier ben je ook een beschermer. Want je wil mensen ook behoeden voor het kwaad op een of andere manier. Of negatieve energie, negatieve gedachten. Want jij bent wel iemand die positieve energie heeft. Positieve intenties heeft. En ja, ik noem het positieve energie. Okay. Dat is, kan je dat bij jezelf plaatsen? Ja. Ja, oké. Bij jou heb ik wel het gevoel dat, hè, als we het even over moeder de gans hebben, dat je soms het ook echt bij de ander mag laten. Want je kan soms de neiging hebben om
ja, iets te veel, zeg maar, een arm om iemand heen doen. Of moeder de gans, zeg maar, te zijn. Want soms moeten mensen gewoon letterlijk een keer hun neus stoten. Hè? Of op hun bek gaan, om het maar even plat te zeggen. En dat is voor jou wel heel erg belangrijk om mensen die ruimte ook, zeg maar, te geven. In plaats van, net als dat als we kleine kinderen hebben, dan gaan we kussens eromheen liggen. Want stel je voor dat ze omvallen, vallen ze op hun hoofd. Hè? Dan ga je dat van tevoren, ga je dat, zeg maar, behoeden. En het zou wel heel mooi zijn als je... Ja, als je dat wat losser zou kunnen laten. Want soms moet iemand gewoon zijn kop stoten om ervan, zeg maar, te leren. En je bedoelt het allemaal heel positief en heel oprecht. Want dat, daarom zeg ik ook positieve energie bij jou. Maar het zou wel mooi zijn om... Ja, soms moet iemand gewoon echt even zijn neus stoten. Snap je dat, als ik dat zeg? Begrijp je dat? Ja, ik begrijp het. Ja, oké. Want ik heb de ja en die nee van jou ook nodig, hè? Of okay. Misschien. Ik ga even naar jouw vraag toe. Wat is jouw vraag? Dan ga ik daarna weer verder. Mijn vraag is, wat heeft Utopia mij gebracht straks voor in de toekomst? Ik heb het gevoel dat jij, als jij hier uitkomt, dat je echt heel erg gaat analyseren. Analyseren van de mensen die je hier, zeg maar, ontmoet hebt. Dat je gaat kijken wat die mensen voor jou... betekend hebben, wat jij... Want ik heb het idee dat je ook echt heel veel afleveringen gaat terugkijken. Dat je echt gaat analyseren, zoals dat, zeg maar, zoals ik het, zeg maar, al zeg. Dus gaat analyseren naar die aflevering, gaat terugkijken. Gaat kijken ook naar jezelf, van hoe heb ik daarop gereageerd? Hoe heb ik, zeg maar, de dingen gedaan? Welke stappen heb ik gemaakt? Hoe ben ik erin gekomen? Hoe ben ik er, zeg maar, uitgegaan? Dus je gaat ook heel erg bewust naar jezelf kijken. Dus dat voelt alsof dat de eerste periode, zeg maar, is. En het is niet alleen vanuit mind, vanuit nadenken, wat je gewoon puur uit vanuit ervaring, zeg maar, meeneemt. Maar ik heb het idee dat je ook echt heel veel dingen gaat terugkijken op een of andere manier. En daar, dat is punt. Dan blijf ik daarover door. Even terug. Mijn gevoel zegt dat jij ook echt met je bekendheid van het programma iets wil gaan doen. Dat voelt wel als dat het voor de maatschappij is. Dus het is niet alleen maar in eigen belang. Maar je wil iets doen waardoor anderen er ook, zeg maar, iets aan hebben. Het kan zijn dat je moeilijk lerende kinderen daar iets specifieks aandacht aan wil geven. Of kinderen met ADHD. Of op een andere mensen, kinderen, want ik vooral kinderen, die anders zijn dan anders. Dat je die... op een andere manier, zeg maar, wil laten shinen. Dat je die aandacht wil geven. En dat je daar je ervaring die je zelf hier hebt meegekregen, hebt gevoeld, hebt dat je daar wil je iets mee doen. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, joh. Dat zit allemaal in mijn hoofd. Snap je dat? Kun je daar iets? Is daar al, heb je al plannen? Want ik heb het idee dat je al dingen aan het uitstippelen bent. Qua carrière nog niet echt, maar wel wat ik, als ik hieruit ben, dat ik een tijdje weg ga. Ja, dat klopt. Oké, maar snap jij die kinderen? Nou, hiervoor werkte ik veel met kinderen. Dat kan ik wel zeggen. Of deed ik er met student. Ik ben docent. Maar mijn passie voor kinderen, voor jonge kinderen, ja, ik heb daarmee gewerkt. Maar of dat nog zo weer gaat komen, dat vraag... Dat durf ik je niet te zeggen. Nee, dat durf ik natuurlijk ook niet 100% te zeggen. Ik ga even kijken. Laat ik het zo zeggen, mensen die in de maatschappij in een bepaald hokje geduwd worden, laat ik het woord kinderen heel even weghalen, alsof je daar aandacht aan wil besteden. Dat je die iets specifieks wil aanbieden. Of dat dan onderwijs is, of op een andere manier zichzelf mogen laten zien, mogen uiten, dat weet ik niet precies. Maar ik heb het gevoel dat je met alle ervaring die je hier gedaan hebt, en dat je misschien een tijdje weg wilt, dat voelt voor mij alsof je alles gaat analyseren voor jezelf, en dat je dan echt met een plan de campagne gaat terugkomen. Ik heb niet het idee dat je heel lang weggaat. Dat het een aantal maanden misschien is, maar ik voel het niet als 1, 2 of 3 jaar. Want mijn gevoel zegt dat je echt gebruik gaat maken van Hiske van Utopia. En dat je daar echt iets mee wil gaan bereiken. Dat je het gaat gebruiken op een positieve manier. Niet alleen voor jezelf, maar voor de maatschappij. In welke vorm dan ook. Wie daar ook in die maatschappij, de groep dan is waar je iets mee gaat doen. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Want ik heb natuurlijk ook geen flauw idee. Garantie tot aan deurtje hier, hè? Ja. Heb je nog een andere vraag? Nee, dat was het. Ik ga even kijken. Of er nog iets binnenkomt. Okay. Hè?
Ik zie steeds iets met koken, met eten, met koken, met eten. Maak jij je daar zorgen over? Of ben jij daar heel erg op gefocust? Ja, hier wel. Hier, oh, dat is het nadeel natuurlijk. Dat ik dat zeg, dat iedereen snapt natuurlijk helemaal waar het over gaat. Ik heb geen flauw idee. Hè? Nee. Maar ik vind dat wel heel leuk. En ik besteed er hier wel meer aandacht aan. Ja, maar jij wilt het namelijk ook op een bepaalde manier doen. Het is niet een zakje opentrekken. Je wilt het wel op een bepaalde manier doen. Ja, ik ben hier vegetarisch geworden inderdaad. Aha, dus daar is een verandering zeg maar in. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat je daar ook nog iets mee gaat doen na Utopia. En het kan zijn dat je voeding gaat combineren met mensen die, weet ik veel, ik heb geen idee. Okay. Maar op een of andere manier ga je al die dingen die je hier gebruikt hebt, ga je naar mijn idee allemaal in dat kadertje passen. Dus al die ervaringen ga je echt een case meemaken. Echt. Okay. Ja, volgens mij ook echt gewoon een businessplan. Volgens mij ga je echt wel zakenvrouw worden. Leuk, dat vind ik leuk om te horen. Ja, dat klinkt wel goed. Nou, alsjeblieft. Ja, hebben we nog tijd om een kaartje te trekken? Of, want we hebben nog 3x2, hè? Ja, natuurlijk, we doen het. Ja. Hussel de hussel de buzzel. Kan ik zo meteen ook nog één vraagje stellen? Nou, vooruit, omdat jij het bent. Zullen we dat dan eerst doen? Ja, is goed. Ga ik een wievenknaaltje dichtgooien, een wievenknaaltje open? Ga ik de liefde van mijn leven ontmoeten? Oh jee, die zijn altijd van die spannende vragen altijd, hè? Daar kan ik nooit ja of nee op antwoorden. Of wanneer? Ik heb het gevoel dat je echt het eerstkomende half jaar, als je uit Utopia bent, dat je echt eerst al die andere dingen gaat doen. Niet meteen helemaal vast zeg maar in een relatie komt te zitten. Het kan best wel zijn dat je iemand ontmoet die je leuk vindt. Maar al die andere randdingen waar ik het net zeg maar over had, die vragen allemaal heel veel aandacht aan jou. En je bent niet iemand die iets afraffelt. Dus je wil het gewoon heel graag goed doen. En als je je aandacht moet gaan verdelen, vind je dat heel erg lastig. Want je wil 100% voor iets gaan. Dus als er dan iemand zeg maar op je pad komt, dan voelt het alsof je heel erg dan moet gaan kiezen. En dat vind je naar mijn idee lastig. Dus ik weet niet of je dan helemaal 100% al kan overgeven aan. Dus ik kan niet zeggen wanneer en wie en hoe en wat. Durf ik niet aan. Nee, want het voelt nu in het hier en nu, voelt het ook alsof je daar nog niet mee bezig bent. Dat je vooral bezig bent met wat je hierna wil gaan doen. En niet meteen die relatie. De relatie is natuurlijk super tof. Ik snap wel dat het door je hoofd heen gaat. Maar op een of andere manier is dat anders. Ik kan dat niet zo benoemen. Hiske, jij mag als eerste kiezen welk setje je wil. Gewoon op je gevoel, even naar de titel kijken, naar de kleuren. Ik zit al de hele tijd hier. Daar houden we die voor jou. Jij mag maar eens. Welke wil jij? Dan haal ik de boekjes er even af. En dan mogen jullie de kaarten schudden. En dan mag je er eentje zelf uitkiezen. Oh. Is er eentje gevallen? Ja. Ja, mag ik die van jou? Ja. Oké. Eentje eruit. Hè? Eentje eruit kiezen. Dan ga ik beginnen met die van Hiske. Jij mag zelf geven. Ik ga hem voor je voorlezen. Oh, dat vind ik een hele leuke tekst. Volg je hart. Oh, ja. Volg op dit moment de energie van harmonie en verbinding wanneer je een keuze maakt. De huidige situatie is het best gediend met het volgen van je intuïtie in plaats van het intellect. Misschien moet je moeilijke beslissingen nemen die niet per se verband houden met de liefde. Wees je goed bewust van wat je belangstelling heeft, wat je aandacht trekt, wat je verbeelding opwekt en passie in je leven creëert. Doe je best om te negeren wat anders misschien, Doe je best om te negeren wat anderen misschien denken of zeggen en die je proberen te overtuigen. Vertrouw op jezelf en laat je niet van de wijs brengen. This is yours. Nice. Dan doen we die er weer in. Dan gaan we naar die. Nummertje 30. Godin. Haar gouden kroon betekent haar zelfbekrachtiging en het rood staat voor haar toe-eigening van haar vrouwelijke seksuele energie. Deze kaart, dan lees ik de tekst nu voor vrouwen. Dat staat voor vrouwen en voor mannen. De godin is hier om je eraan te herinneren dat seksualiteit een belangrijk aspect is van een leven in een vrouwelijk lichaam. Het is net zo belangrijk als alle andere aspecten die jou jou maken. Geen idee. Blijkbaar is het belangrijk. Ik heb bewust die kaart van jou gevraagd. Deze kaart heb je namelijk zelf gekozen. En de energie vond dat jij die ook nog moest hebben. Dus vandaar dat hij eruit flipte.
Dus die ga ik ook voor je voorlezen. Geboorte van engelen. Je bent omringd door liefdevolle steun van de wereld van de engelen. Je speelt een belangrijke rol in het de wereld tot een hoger niveau van bewustzijn brengen. De engelen zijn bij je om je op alle manieren te helpen. Denk eraan, je bent niet aan je lot overgelaten hier. Je bent niet alleen op deze reis. Je gaven zijn heel speciaal en heel erg nodig. Deze goddelijke wezens zijn hier bij je om je te helpen om volledig te worden wie je in je diepste wezen bent. Nu zul je de weg voor je nog meer zien opengaan dan ooit tevoren. Dat is wel grappig, want straks zei ik ook tegen je van het zou mooi zijn als je helemaal... En ik heb een engeltje op mijn schouder gehad. Dus. Oh, serieus? Cool. Ja. Ja. Mooi. Ja. Nou, die ga ik naar jou toe. Met mijn bril, kaarten. Ja. Ah, mooi paars. 28. Vrijheid. Het is tijd om uit je schulp te kruipen. Die schulp is je in het verleden van nut geweest, als bescherming van je kwetsbare hart. Maar die is niet meer nodig. De tijd is gekomen om jezelf ware vrijheid toe te staan. De wereld en je ziel hebben er alle behoefte aan om jij je licht in je hart te laten schijnen. Laat het verleden en ga verder in het hier en nu. Zo nodig doe je dat eerst in kleine stappen. Uit de beschutting van je schulp kruipen betekent dat je je ware hart laat zien. Het betekent ook dat je anderen binnenlaat op een diepere laag dan dat je tot nu toe kon. .nl. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ik hoop dat ik jullie wat heb meegegeven. Ja, ik vond het interessant. Ja, liever. Zeker. Ja. En we gaan het allemaal meemaken. Ja. Ik ga jullie nu maar een beetje volgen. Ja. Oh, sorry. Oh. Ja, dat geeft niet. Dat is makkelijker. Zak me weer met weer eruit pakken. Doe ik die ook even zelf. Nou, dan gaan we door weer naar de volgende ronde. Ja, super. Ik ga jullie gewoon een knuffel geven. Ik ben van de knuffels. Yes. Dankjewel. Niet op jou. Doei, doei. Yes. Jullie niet op jou. Ja, yes. Nou, dat komt helemaal goed uit. Dag, Maries. Dankjewel. Doei. Heel bijzonder. Ja. Dankjewel. Ja. Hey, dag, lieve Rieske. Dankjewel voor je uitnodiging. Ja, doei. Yes. Dank. Ja, ja, ja. Hoi. Hallo, Alexandra, hi. Alexandra, hoi. Hallo. Hoi. Hoi. Freddy. Dag Freddy. Monique. We zijn met z'n tweeën huis yes, bij zijn. We krijgen nu dit is ons huis. Dit is jullie huis. Dit is ons huis. Nou, dankjewel dat ik in jullie mijn huis heb zitten. Geen probleem. Ik heb net al tegen je collega gezegd, ik heb het voor het hele programma niet gevolgd, dus ik heb geen flauw idee wie jullie zijn. Ja. Dus het is alleen maar leuk. Ja. Ik stem er zo één voor één op jullie energie af. En dan voel ik hetgeen wat het meeste aandacht vraagt. Het kan zijn dat je misschien zometeen nog een specifieke vraag aan mij hebt. Ik heb geen glazen bol en meteen de toekomst voorspellen. Maar ik leg je vooral uit wat ik ervaar in je energie. Helder horen, woorden, helder voelen, emoties, helder zien zijn plaatjes, helder weten is weet. Op die manier krijg ik het in mijn hoofd en leg ik het zeg maar aan je uit. En het kan zijn dat je misschien zo nog een vraag voor me hebt. En dan gaan we daar natuurlijk. Ik heb er vier, maar we zien het wel. We zien wel even hoe ver we komen. Ja. En, ik ga met jou beginnen. Ik ben heel slecht in de namen al de eerste ronde. Ja. Frenny. Ja. Heb jij straks vragen voor me? Misschien wel. Misschien wel. Ja. Helemaal goed. Ik ga naar jouw energie toe. Ik zit je niet de hele tijd aan te kijken. Okay. Af en toe staar ik even die kant op of die kant op. En als je antwoord gaat geven, dus leg ik je iets aan je uit. En dan vraag ik of je dat herkent, of je dat begrijpt. Dan mag je antwoorden met ja, nee, misschien. Niks over jezelf vertellen. Okay. Ja, kan ik het zuiver houden? Ja. Kijk, wat ik bij jou ervaar is dat je een rustige energie hebt. Dat je een beetje kat uit de boom kunt kijken. Je komt wel naar voren als het moet. Maar dat doe je pas als het echt nodig is. Je bent wat meer rustig aan om je heen aan het kijken. Ik ga eerst even nog luisteren verder. Ja, ik heb het gevoel dat je ook iets meer zelfverzekerdheid mag hebben. Op een of andere manier hou je naar mijn idee af en toe zeg maar een beetje in. En het heeft niet specifiek nu alleen hier met Utopia te maken. Hè, want het is ook een leven buiten Utopia. Want ik praat over het hier, het nu, maar ook over zeg maar het verleden. Op een of andere manier is het net alsof ik je soort van mag aanmoedigen, mag motiveren om iets meer van jezelf te laten zien. En dan moet ik uitzoeken waar het precies om gaat. Ik heb geen idee nog. Snap je dat? Herken je dat? Begrijp je dat een beetje? Oké.
Het is grappig, want ik moet echt bij jou heel erg focussen op de energie. Bij sommigen net ook, hè, dan moet ik even wat meer deurtjes door. En bij jou is het niet zozeer de deurtjes door, maar op een of andere manier iets anders. Dus ik moet even iets meer tijd heb ik nodig. Maar dat maakt niet uit. Ik ben er toch. Denk jij al echt na over wat je hierna wil gaan doen? Want op een of andere manier lijkt het alsof jij per dag leeft. Ja, klopt. Snap je dat? Mm-hmm. Want ik wil heel erg focussen op wat gaat er hierna gebeuren, na Utopia. Wat zijn je plannen of hoe, wat dan ook. En op een of andere manier is het dan stil in mijn hoofd. Mm-hmm. En dat voelt heel erg dat je hier per dag zeg maar steeds alles doet. En ook echt, ja... Nou ja, als je die dag maar overleefd hebt, dat is niet het goede woord. Maar je bent heel erg gewoon per dag zeg maar bezig. Ik krijg geen plaatjes van heel ver weg. Mm-hmm. En dat heeft ook een beetje te maken met hoe zelfverzekerd jij bent. Op een of andere manier moet ik daar naartoe. En ik weet nog niet precies waarom dat is. Moet je even luisteren. Kan jij plaatsen dat je het soms lastig vindt om je staande te houden hier? Ja, soms wel. Oké, okay, dan snap ik dat, want dat hebben we natuurlijk allemaal. Dat is in de gewone wereld. Hè? In de gewone wereld is dat natuurlijk ook. In jullie wereld is dat natuurlijk precies hetzelfde. En nogmaals, ik heb geen afleveringen van jullie gezien op wat dan ook. Maar er is gewoon nog iets aan de hand. En ik kom er gewoon nog niet achter bij jou. Je bent eigenlijk bij de eerste bij wie ik dat echt voel. En bij de rest heb ik dat gevoel niet gehad. Wil jij echt naar huis? Nee. Toch is daar iets mee. Dat ik niet naar huis wil? Of... Juist wel. Daar is iets mee met het naar huis gaan. Daar snap ik helemaal geen reet van. Waarom ik dat zo zeg maar ervaar. Wat is daar in hemelsnaam mee? Ik laat dat even los. Want daar kom ik gewoon nu niet verder mee. Grappig, ja, energie is gewoon echt veel lastiger te lezen. Is leuk. Ik ga zo met jou verder. Ik heb geen idee, maar ik denk dat ik ga eerst met haar beginnen. Met de rest ging zo lalalala. En op een of andere manier is het stil in mijn hoofd. En het kan zijn dat haar energie sterker is nu of zo. Ik heb geen idee. Nog één keer je voornaam. Alexandra. Alexandra. Je vindt dit volgens mij helemaal niks. Nee. Dit is niet jouw ding, hè? Jawel, juist wel. Ja, oh, juist wel, oké. Okay. Want ik voel ook dingen, dus jawel. Ja, oké. Okay. Maar op een of andere manier vind je het wel heel spannend. Ja, maar mijn hart gaat ook echt als een... Als een gek tekeer, oké. Okay. Alright, want het kan zijn dat ik daar ook op een of andere manier... Daarom zeg ik al, ik voel jouw energie echt mega aanwezig zijn. Dus daarom dacht ik, ga eerst gewoon met jou. En het is helemaal niet niks met positief of negatief. Het is gewoon zo. Alexandra. Jij bent van mij echt een survivor. Je gaat tot het gaatje. En daarbij stap je soms ook nog wel eens over mensen heen. En ik heb het niet alleen over hier, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Want je hebt gewoon heel duidelijk een doel. Als jij iets in je kop hebt zitten, heb je het gewoon niet in je kont zitten. Snap je dat? Grijp je dat? Ik heb het niet alleen over hier. Dus denk ook terug in de tijd. Ja. Misschien. Mm, ga ik het anders aan je uitleggen. Maar jij laat je niet zomaar uit de weg aan de kant zetten. Want je bent, naar mijn idee, echt wel een powervrouw. Vind je dat lastig om dat over jezelf te zeggen? Nee, want dat hoor ik vaker. Oké. Okay. Ja, daar staat helemaal toch niks mee. Ja, nee. Nee, ik wil het zeggen. Wees blij dat je een powervrouw bent. Ja. Ik bedoel, er is niks mis mee. Nee. Dat kan je misschien ervaren als dat er een labeltje aan je opgehangen wordt. En dat mensen het misschien ook meteen automatisch van je verwachten. Want je
kan je, naar mijn idee, ben je ook echt een powervrouw. En kan het ook zijn dat het soms een bepaalde druk bij je neerlegt. Hè? Want als mensen altijd van jou verwachten dat je een powervrouw bent, dat ben je natuurlijk ook niet altijd. En dat is voor mij ook heel herkenbaar, want ik kom ook altijd heel lalalala over. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat je gewoon in je dekbed ligt en dat je denkt dan, fuck de baas, haast, ik heb er even geen zin in. En dan ben je geen powervrouw. Dus er is niks mis bij. Want als ik dat stukje uitleg, dan heb ik het idee dat jij best een behoorlijke rugzak draagt, zeg maar. En daar wil ik niet helemaal, helemaal over uitweiden. Want ik ken je voor de rest ook helemaal niet. En ik hoef niet alles te noemen. Maar je draagt een rugzak. En die rugzak is best pittig. En die draag je vol power en vol kracht. Maar die rugzak, ik wil je vragen om die rugzak te accepteren. Want wat je doet, is je draagt die rugzak. Maar die rugzak, die voel je ook echt. En op het moment dat je die rugzak accepteert, dan hoef je hem niet als last te ervaren. Want je bent, geef even van hand. Je bent een powervrouw en soms ben je het gewoon niet. En er is helemaal niks mis mee. En je hoeft je niet, en het klinkt misschien heel lullig als ik het zeg, je hoeft je niet stoerder voor te doen dan dat je bent. Nee, niet doen. Dat is niet. Nee, dat weet ik ook wel. Dat weet ik. Ik zeg het alleen maar even tegen je. I know. Want nu laat je je energie gewoon helemaal gaan. Nu is het gewoon voor jou oké. Ja, dus even. Ja, maar dat snap ik. Ik bedoel, wie ben ik? Ik bedoel, ik kom hier even iets geks doen. En ik ben ook gewoon Monique uit Amsterdam die een bakootje drinkt en een wijntje lust. Ja. En gewoon gek ben. Maar ik moest gewoon huilen dat je zei. Ja, een rugzak. Ja, dat klopt. Maar ik ga even terug naar. Ik hoef dat niet uit te luisteren, snap je? Ja. Luister. Voor jou is echt heel erg belangrijk om af en toe wel naar die rugzak toe te gaan, maar puur te observeren. Dat wat je in je rugzak hebt zitten, puur ernaar kijken. En uiteindelijk naar het kleine meisje, de jonge vrouw, dat alles wat je in die rugzak, wat daarin geweest is, in je leven heeft gespeeld, om dat te omarmen, om het te accepteren, om daar echt vol liefde ook naar jezelf toe te kijken. Want op een of andere manier ervaar ik gewoon ook heel veel schuldgevoel op iets, op wat dan ook. En probeer dat niet te doen. Probeer dat niet te doen. Want het ligt niet per definitie altijd bij jou of aan jou. Je hebt de neiging om toch dingen naar je toe te trekken. En dat is gewoon heel erg zonde. Dus in godsnaam ga heel lief tegen jezelf zijn. En heel lief naar jezelf zijn. En niet alles hoeft perfect te zijn. En niet alles hoeft helemaal 100% goed te zijn. Ik weet niet hoe ik het anders aan je moet uitleggen. Je zegt dat heel mooi. Snap je dat? Ja, ik snap het precies echt, wat je bedoelt. Ja. Alsjeblieft, stop ermee. En probeer daar een omzwaai in te maken. En ik heb zo de neiging om diep te zuchten. Eigenlijk die rugzak even af te doen. En hem daarna weer op te doen. En dan zit hij gewoon veel zachter. Want uiteindelijk ben jij volgens mij ongelooflijk lief. Je bent echt een schatje. Alleen dat is niet altijd duidelijk voor iedereen. Nee, maar ik ben ook gevoelig. Ja, dat snap ik. Dat snap ik absoluut. En er is helemaal niks mis mee. En dat mag je allemaal laten zien. En dan hoef je je niet anders voor te doen. Dat hoef je echt niet. Dus alsjeblieft, wees jou. Want je bent gewoon een poepie. Ja, je bent een poepie. Maar in eerste instantie hebben mensen misschien een bepaald iets wat dan ook. Geen idee. En dat is gewoon echt heel erg belangrijk. Je bent gewoon een poepie. Dan wil ik straks nog wel wat aan je vragen. Ja, kom maar op met die vraag. Dan ga ik daarna nog, want ik heb volgens mij nog vier. Of hoe het staat, of er gewoon een toekomst ligt in handen met de man. Omdat ik daar gewoon nooit... dat is mijn rugzak. Ja. Ik zie je constant naar je lichaam kijken. Is dat heel erg belangrijk voor je? Ja. Oké. Niks mis mee. Het is puur constateren. Heeft niks met goed of fout te maken. Ik zou je bijna willen vragen om een modeshow een keer te doen. Om je in de meest gekke kleren aan te trekken die helemaal niet bij jou passen. Maar dat je jezelf op een hele andere manier gaat zien. Op een of andere manier ben je heel erg met jezelf bezig. Aan een kant is dat helemaal goed. Maar aan de andere kant, het hoeft niet 100% perfect te zijn. En voor mij doe je een keer hele andere kleren aan. Doe je een gekke moos. Voor mij ga je van iedereen wat lenen en ga je een soort van rare combinaties maken. En het heeft puur te maken met dat het niet... het gaat niet alleen om je lijf en het gaat niet alleen om wat je aan hebt, maar het gaat om uiteindelijk wie jij zeg maar bent.
En doordat je misschien met gekke, met rare, bizarre kleding gaat rondlopen, gek gaat experimenteren, dat je ook daar de lol van in kan zien. Ik wil je op een of andere manier eigenlijk gewoon aan het lachen maken door in gekke kleren te laten lopen. Snap je? Ja. Omdat je, naar mijn idee, zo gefocust bent op je lijf en dat voor jou alsof dat helemaal 100% perfect moet zijn, omdat anders niet iemand bij jou komt of van je houdt of wat dan ook. En dat moet allemaal perfect zijn. Ik zie elk detail, elk dingetje zit ik op te letten. Nou, die jongen daar met het in die zwart-witte foto. Ja. Ja, dat is die jongen. Dat de twee, bovenste rij naar de met, tweede van links. Met een babytje. Oké, okay, dat is een partner van jou geweest? Nee, dat is iemand waar ik verliefd om ben geworden toen ik hier binnenkwam. Oké. Okay. En hij heeft tegen mij gezegd... Dat is ook jouw kind? Nee, mijn kind is daar. Oké, okay. Daar zo, met, waar jij op je groene, met je groene jek aan staat. Bedoel je dat? Of nee, jij, die zoon. Naar zijn mond. Ja, oké. Okay. Mooie gozer. Ja, ik weet het. Zo, goedemorgen. Dat is mijn kind. Ja. Ja. Maar wil je specifiek iets over hem weten? De vraag is even of ik dat moet doen. Graag. Ja, maar het punt is, hij is er niet bij. Ik wil hem ook niet... Nee, en ik weet niet wat ze met datgene doen. Snap je wat ik bedoel? Dat vind ik gewoon heel erg lastig. Ik wil hem niet nee, maar ik wou alleen afvragen van hem. Hoe ziet mijn toekomst buiten met hem eruit? Heeft dat toch slagen? Ja, dat ken je natuurlijk ook niet. Nou, ik ga kijken of ik je überhaupt even over dat stukje kan zeggen. En dan ga ik gauw weer naar je. Ja, is goed. Trennie. Dan ben ik zo met jullie bezig, met de energie. Ik kan dat inderdaad niet zeggen. Het allerbelangrijkste is voor jou dat jij op een andere manier naar jezelf gaat kijken. En dat je die rugzak die je hebt gewoon echt gaat dragen. Maar dan niet als last, maar ja, misschien gewoon, mag ik het zeggen, als lust. Want je hebt daar ook heel veel mooie dingen aan meegemaakt. En ook heel veel mooie dingen, zeg maar, gezien. En probeer die er vooral, zeg maar, uit te halen. En niet alleen maar de heftige dingen. Nee. En als jij... ja, er zijn er meer die zeg maar die opdracht gekregen hebben. Soms kan het heel erg mooi zijn om naar jezelf in de spiegel te kijken. Maar gewoon naar jezelf te kijken. Bewust te zijn van als je je opmaakt. Of bewust in je ogen van jezelf te kijken. Want er zit gewoon echt een poepie aan de binnenkant. En die is er gewoon nog niet altijd. En ik denk dat als je dat voor elkaar kan krijgen... dat het voor jou de energie om jou heen gaat. Want dat heb ik tegen anderen ook gezegd. Heel erg wat je uitstraalt, dat trek je ook aan. Ja, dat weet ik. Snap je? Ja, en zo zit het in elkaar. Ja. Dus ik denk ook dat als jij hier uitkomt... dat je op een of andere manier ook... een soort van hele diepe zucht gaat doen. Echt zo van... Weet je, alsof je dan helemaal tot jezelf gaat komen. Want hier, aan de ene kant ben je wel helemaal jezelf... aan de andere kant ben je het natuurlijk ook niet helemaal. Nee, nee. En dat is natuurlijk ook wel logisch. En ik heb het gevoel alsof je bij jou echt een soort van... Ja, echt een soort van helemaal loslaten, dat gevoel. Kun jij eens één tikje aan die deur geven? Want ik heb het echt heel warm, dacht ik. Oh, wow. Ja. Morgen, dat zijn niet de opvliegers, want die zeggen, mama, doe maar nog een verder, hoor. Zo? Een beetje afkoelen, ja. Show, zeg. Ja. Ket zweet op de lip staan. Oké. Okay. Snap je? Ja, ik snap dus, je. Ja, ja, je bent een poepie. En ik denk dat niet iedereen dat in de gaten heeft. Oké. Okay. Ja? Ja. Terug naar jou. Ik zie jou eigenlijk in de hele groep zie ik je overal zo tussendoor gaan. Ik zie je overal zigzaggen. Ik zie je overal een beetje omheen lopen. Je houdt iedereen keurig in de gaten. Dat doe je niet op een geheide manier of zo. Maar je houdt gewoon iedereen zeg maar in de gaten. Je weet heel goed wie je vriend is en wie je vijand is. Als ik dat zo mag zeggen. Want ik weet helemaal niet hoe jullie hier natuurlijk met elkaar zeg maar omgaan. Maar je houdt... Je hebt
je daar iets gaat doen. Is dat iets voor jou? Is dat iets wat je snapt wat bij jou zou passen? Ja. Want ik zie het niet meteen als een balletdanseres op het podium. En ook niet meteen met jazz, ballet of als achtergronddanseres bij een band of op tv of wat dan ook. Ik heb het echt over producties. Okay. Dat is wat ik zie. Ja. Snap je dat? Kan je dat voor jouzelf plaatsen? Ja, dat zou ik wel echt... Dat zou je wel heel tof vinden. Ja, oké, want ik zie geen gewone make-up namelijk. Okay. Dus het is anders. Het is anders opgemaakt. Dus echt door een karakter neer te zetten. Hè? Net als wat je met Lion King zegt. Maar dus de smink is gewoon heel anders. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ga je gewoon volgen. Want ik heb echt... Ik kan niet meer over je vertellen, lieve schat. Ik vind het heel erg, maar... You are a closed book. Ja. Punt. Ja, ik denk dat ik wel weet waar het vandaan komt. Dat je... dat ik met de dag leef en... ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar ik heb in ieder geval toen ik hier binnenkwam in een depressie gezeten. Dus iedere dag was inderdaad een leven voor mij. Ja, en dat voel ik ook nog steeds bij. En daarom zeg ik ook steeds, elke dag is voor jou een dag die je weer hebt mogen beleven. Precies. En hebt overleefd ook. Mm-hmm. Zo wou ik het eigenlijk in eerste instantie tegen je zeggen. Ik denk, maar dat klinkt dan zo heel erg zwaar. En dat, zo bedoel ik het helemaal niet. En ik denk dat dat ook voor jou bijna de enige manier is om hier ook het zeg maar vol te houden. Ja. En even kijken of ik daar nog wat mag zien. Bescherm jezelf wel goed als je hieruit komt. Bescherm jezelf goed door hulp die er wordt aangeboden of wat dan ook. En niet zozeer dat je in een depressie komt, begrijp me heel goed. Mm-hmm. Maar het gaat me erom dat jij, wat voor jou heel erg belangrijk is, dat je echt gaat ontdekken wie je bent. Want je bent hier wel ingestapt en je bent hier allerlei dingen aan het leren. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat je, als je eruit komt, dat je dan pas echt gaat leren wie je zelf bent. En dat je jezelf dan ook even weer gaat tegenkomen. Ja. Maar meer om er sterker uit te komen. En die sterkte ben je nu aan het opbouwen. En die komt er eigenlijk pas echt naar boven als je hier straks uit bent. En dan ga je eigenlijk terugkijken. Je denkt, oh wacht, dat heb ik toen even mooi gedaan. En dat heb ik toegepast. En dat heb ik geleerd. En dat heb ik misschien niet zo tactisch aangepakt. En weet je, dus je gaat vooral daarna, zeg maar, een soort van leerproces in. En dat voelt voor mij voor 2-3 maanden. Dat je echt even zoiets hebt van wow. Misschien ook even terugtrekken. En dat je daarna denkt van hey, wacht. Dit ben ik dus. Okay. Dus het op een positieve manier, hè? Ja. Zo bedoel ik het. Ja? Ja? Okay. Willen jullie nog een kaartje trekken? Ja. Ik heb geen idee hoe laat kan je ook, als ik een kaartje trek... 5 over 7 bij. 5 over 7. Oh, dat want is ik, want ik had nog 1 vraag eigenlijk. Of kan ik dat via de kaart? Want nee, want dit zijn geen teroka. En ik moet er volgens mij nog 4 doen. Ja. Volgens mij moest ik 7:30 een beetje wel klaar zijn. Dus ik moet het echt afronden. Ja. Dit zijn geen tarotkaarten, want ik leg ook helemaal geen tarotkaarten. Puur op je gevoel. Welk doosje spreek je het meest aan? Deze. Die? Welk spreekt jou aan? Die. Mag je de kaarten schudden? En dan mag je er eentje uitkiezen. Oeh, schud je dat zo? Ja, mag ik die van jou? Oh. En dan mag je er zelf nog eentje kiezen. Jij mag hem hier neerleggen. Dan mag je de andere er weer even zo in. Het gekke is wat wij twee ook hebben. Wij zijn bijna hetzelfde. Ja. Het is zo eng. Ja, maar dan zitten jullie niet voor niks bij elkaar. Ja, dat is grappig. Want ik moest bij jullie ook echt even moeite doen. Ja. En je moet er even eentje uitkiezen. Oh, sorry. Ja, geef niet. En er is niks mis mee. Maar het is alleen voor mij even iets harder shorten. 33. Oh, die kaart kwam. Dat had ik net ook bij iemand. Wat grappig. Ja. Oh nee, die had ik net niet. Kuan Yin. Kuan Yin is de Bodhisattva. Nou, Bodhisattva. Verlicht wezen. Nou, goedemorgen. Nooit eerder van gehoord. Ja. Van compassie. Bij deze kaart betekent het compassie en vriendelijkheid naar jezelf toe. Joh. Stop met zo streng te zijn voor jezelf. Uitroepteken. Let eens op wat je denkt over jezelf. Hoe je praat over jezelf. Welke oordelen je hebt over jezelf. Je bent veel aardiger en meer vergevingsgezind voor anderen dan voor jezelf. Je kan vele levens duren. Het kan vele levens duren om deze les van compassie ten volle te leren. Maar je bent bijna zover. Dit is een moment van de belangrijkste... Dit is een van de belangrijkste zich opende deuren van je hart die je kunt ervaren. Mooi. Nou, ja, heel mooi. Bizar. Ja. Dan heb ik je bewust deze kaart nog laten... Want die flipte eruit. Dat betekent dat de energie, de kosmos, voor jou die kaart nog heeft gekozen. Oh. Magisch. Verwelkom en omarm het magische in alles van je dagelijkse leven. Denk terug aan de dagen van je jeugd, toen alles mogelijk was.
Begin het onverwachte te verwachten. Heel veel kleine, maar mooie verrassingen zijn op komst. Dit is een oproep terug te keren tot je kinderlijke verwondering. En het geloof dat alles mogelijk is. Zoek het magische in het gewone. Zie hoe je leven van een heel gewoon leven verandert in een mystiek avontuur van het onverwachte. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Nou. Liefde accepteren. Jo. Ja. 38. Deze afbeelding weerspiegelt de harmonie van het tegengestelde, mannelijke en vrouwelijke. Je bent in staat om vrijelijk liefde aan jezelf en aan anderen te geven. Het is belangrijk dat je begrijpt dat je nu heel ongeschonden en perfect bent en het leven van een ander waardevoller zal maken. Liefde bestaat. De liefde spreekt de waarheid in alle situaties. Heb de ziel binnenin je lief die je belichaamt. Geef meer uitdrukking aan liefde in je leven en voel jezelf ook geliefd. Alles gebeurt precies op het juiste moment. Dat houdt ook in dat alles wat er gebeurt verondersteld werd plaats te vinden. Je brengt een helder licht in je persoonlijkheid in deze wereld. Amen. Amen. Bijna. Wel, ja. Poepies, ik hoop dat ik jullie mooi, ja. heb mogen meegeven. Ja. Ik ben van de knuffel. Ja. Ga ik lekker wij doen? Ook, dus. Nou, dat gaat helemaal goed. Dag, dankjewel. Ciao. En ik zie je wel in een of andere mooie theater. Ja, ik ja, hoop het. Leuk. Dankjewel. Dag, schat. Dankjewel. Dag, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Jullie sturen het andere, hè? Ja, doen we. Oh, pak je drinken. Ik moet even Shell en drinken. Shelly! Ja. Shell! Oh, ik snap zo erg wat ze over jou zei. Over mij? Ja. Weet je dat ze het niet over Frank had, maar over iemand anders? En ik ga niet zeggen wie. Bij jou. Gaat je? Dat jongen wacht. Dat zeg ik niet, maar wel. Het ging over je lichaam en zo, toch? Daar was je altijd met hem mee bezig, toch? Ja. Maar ze had het over. Ze zat het erover dat ik altijd bezig ben met mijn lichaam. Weet je wat? We hebben het er vanavond wel even over. Ja, ik wil het er echt even over hebben. Nu? Ja, ik weet het niet. Ja. Heftig? Ja. Vertel, lieve. Vertel. Ja, het komt allemaal uit. Wat is er? Gewoon dingen die ze zeiden klopten. Ja. Weet je, het is gewoon één. Weet je, ze zegt, je bent een power vrouw, hè? Ze kon zien dat ik een heel groot rugtasje bij me heb. En dat klopt ook. En ze zegt, je bent een poepie, je bent zo lief. En dat ik mezelf gewoon vergeet. En dat ik veel te veel bezig ben om alleen maar mooi uit te zijn, me uit te stralen. Alleen maar bezig zijn met mijn lichaam. En ik moet wat liever voor mezelf zijn. Over Frank zei ze niet veel. Oké. Dat deed ze bewust. Dus ja, hij is er niet bij. Okay. Dus ik kan die dingen vertellen. Dus ja, ik vond niet veel, dat ze echt veel over hem vertelde, hè? Ja, ze zei wel over je rugzak, dat je die soms eens moest openen. Om te kijken wat er allemaal is gebeurd. En dat zei ze ook toen het over de foto van Frank ging. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik snap het niet. Kom maar even, komt even niet bij me binnen. Het is precies hetzelfde wat Jordi heeft geschreven en heeft gezegd tegen je. Dus misschien moet ik hem toch loslaten. Maar het zijn verhalen van haar, maar ja, ja weet je, je weet het zie niet. Je en, over het, een paar, en dat zie ik wel thuis, maar. Ja, weet je, het klopt gewoon wat ze zei. Was het bij jou ook? Ja, nou eigenlijk bij ons alle drie wat ik hoorde eigenlijk. En als ik dat in die andere verplaats en hoe ik diegene zag, ja, zag ik heel veel vergelijkingen die best wel goed klopten. Ja. En ik hoor dat van meerdere mensen, want Gerrit schrok er ook wel een beetje zelf ook van, hè? Ja? Moet je maar eens vragen aan ja. die daarin stond. Wat vind jij van vrienden? Nou, ze kon mij niet lezen. Ze zei, er is iets met naar huis gaan. Maar dat klopt, dat jij wil niet. Ja, ze zei dat ze had het gevoel dat ik hier zou blijven of zo. Nou, het stopt niet over 2 maanden. Maar ze kon niet plaatsen, het lijkt wel of zij dan hier blijft. Maar dat kan niet. Nee. Want waar haar gedachtegang eigenlijk is, zij wil niet naar huis. Zij wil hier eigenlijk het liefste voor altijd blijven. En ik denk dat zij daarmee bedoelde voor over... Misschien niks over jezelf vertellen. Ik leg geen tarotkaart of wat dan ook. Geen glazen bol. En of ik iets in de toekomst kan zien, dat weet ik niet zeker. Het kan ook zijn dat ik over het verleden moet betalen. Want dit is... Mijn handen bewegen altijd als ik hier moet zijn, is het verleden. Dit is het hier en nu. En dat is toekomst. Voor deze ben ik gewoon Monique, bakootje, wijntje. Oh, lekker. Ja, toch? Heerlijk. Ja. Hebben jullie dat hier eigenlijk allemaal of niet? Soms wel. Soms wel. af en toe. Ja, oké, ja. Andrea, ik ga naar jou toch? Ja? Ja. Ik
ik ervaar jou met een hele positieve energie. Want ik word heel erg blij van je. En op een of andere manier, alsof je mensen aan het lachen kan maken. Mensen lekkerder in hun vel kan laten zitten. Ja, een soort van open, ja, open uitstraling. Je bent wel recht door zee, want je houdt niet van schijnheiligheid. Dus wat je voelt en wat je ervaart, zeg je ook tegen iemand. Kun je me volgen als ik dat aan je uitleg? Ik kan je volgen. Ja, oké. Okay. Want ik heb je ja, je nee en je misschien heb ik, zeg maar, heb ik nodig. Dus heel fijn om met andere mensen om te gaan. Maar eerlijkheid staat bij jou bovenaan. En rechtvaardigheid voel ik bij jou ook fijn. Het hoeft niet specifiek alleen hier in Utopia te zijn. Hè? Dat, je hebt ook een leven hiervoor gehad. En je hebt natuurlijk ook een leven hierna. Dus dat heeft puur met je karakter en met je dingen, met jou, zeg maar, te maken. Snap je dat? Mm-hmm. Grijp je dat? Oké. Okay. Je voelt voor mij gedreven. Dus als jij plannen in je hoofd hebt, dan wil je die heel wel zoveel mogelijk helemaal uitwerken. Ik heb de neiging om te zeggen tegen je van, dan ga je voor 100%. Maar ik heb het idee dat jij soms ook wel zoiets hebt van, nou, volgens mij kan ik hier al wel iets mee beginnen. En dan zie ik straks al wat er daarna gaat komen. Want dan ga je leren uit de ervaring die je op dat moment, zeg maar, doet. Sommige mensen willen het helemaal 100% perfect hebben en dan pas starten. En bij jou heb ik het gevoel dat jij soms ook al wel met iets kan beginnen, terwijl het misschien nog niet helemaal klaar is. Maar je hebt zoiets van, ik ga vast, ik kan dit wel. Een beetje Pippi Langkous, hè? Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dat is een tekst van haar. Mm-hmm. Snap je dat bij jou? Begrijp ja, dat je zag dat? Ik zelf ook wel eens. Oh, serieus? Ja. Oh, geinig. Ja, want het is, dat voelt ook echt bij jou zo. En dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik dat altijd heel erg fijn vind, dat mensen dat durven te ondernemen, dingen, zeg maar, te doen. Want je hebt niet altijd 100% zekerheid. En dat weet je. En jij vertrouwt er dan op dat je dan net op het juiste moment dan weer iets tegenkomt of het gaat doen. En dan heb je ook een soort van, ja, ja, je bent gewoon gemotiveerd dan om het dan voor elkaar te krijgen. En dan ga je er gewoon voor. En dat hoeft gewoon nog niet helemaal af te zijn. En dat is alleen maar, ja, vind ik leuk om te zien. Of leuk om te voelen eigenlijk. Snap je? Mm-hmm. Dus vooral dat zeg maar blijven doen. Heerlijk zoals je me aan zit te kijken. Echt zo van, nou, wat de fuck gaat ze mij vertellen, ja. Helemaal leuk, helemaal leuk. Even kijken, Andrea. Ben jij ook heel erg creatief? Ja. Oké, okay, want ik heb het idee dat jij creatief, maar dat kan ook letterlijk creatief zijn. Hè, met dingen maken en alles en zo. Want je bent, ik noem het altijd een hoog oplossend vermogen. Hè, dat, wat ik je net al over uitlegde. Van, als je 80-90% iets een plan in je hoofd hebt, dan ga je gewoon beginnen. Want daarna kun je namelijk heel creatief dingen, zeg maar, aanpassen en toepassen en aanvullen. En dat is niet alleen creatieve mind, maar het is ook letterlijk, zeg maar, creatief. Het zou me ook niet verbazen als je hierna ook heel veel creatieve dingen blijft doen. Want op een of andere manier, ja, ik kon nog net niet een kloddertje hier, kloddertje daar. Maar op een of andere manier ben je ook echt aan het schilderen? Ook. Ook serieus? Maar ook hier al, of niet? Of heb je ja, dat in het verleden een paar gedaan? Keer heb ik hier wat iets gedaan. Ja. Oké, okay, maar ik zeg maar gewoon wat ik zie. Ik zie echt een heel grote doek. En dan heb ik het over een doek van 4x4 of zo. Dus het is niet een klein lullig schilderijtje. Waarbij, naar mijn idee, echt een hele kleurrijke, mooie creatie gaat maken. En het voelt ook alsof dat in een hele grote hal mag hangen. En of dat dan op de muur zelf is, of dat, he, dat het van 4x4 is, of dat het een doek is. Maar dat is een beetje toekomst. Ik heb geen idee wat dat gaat worden. Maar ik heb het idee dat je er echt iets mee gaat doen. En of, dat daar je, of je daar je brood mee gaat verdienen, of dat het een keer, zeg maar, gaat gebeuren. Dat verschil voel ik in die paar minuten niet. Wil je ook zelf iets met creativiteit gaan doen? Ik heb geen idee wat ik wil doen. Je weet nog helemaal niet wat je wil doen. Nou, nee. We gaan het eens meemaken. Ja, ik blijf dat doek zien. Dus dat is wel grappig. Vind jij felle kleuren ook heel tof? Ja. Want ik krijg ook echt de neonkleuren. Dus neongeel, neonroze en blauw. En echt allemaal van die knallen, zeg maar, knallende kleuren. Met allemaal verschillende lijnen, zeg maar, door elkaar heen. Nou, we gaan het zien. Heb jij een vraag? Oh, jeetje. Ja, ik denk, anders ga ik hier helemaal over door. Dat lijkt me niet zo handig. Moet ik oppassen voor mensen hier? Tactische vraag. Tactische vraag. Nou, wat ik bij jou ervaar is dat je voor jezelf wel een lijstje hebt bij wie je heel erg moet oppassen.
Jij, hoe ga ik dit aan je uitleggen? Alsof je soms dwars door iemand heen kan. Nice. Oké. Okay. Snap je dat wel of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, want het gaat mij erom dat je eigenlijk vooral moet blijven vertrouwen op dat gevoel en de manier waarop je het zeg maar nu doet. Dat is eigenlijk de grootste bevestiging die jij nodig hebt op dit moment. Oké. Okay. Ja? Ja. Ik ben je naam weer kwijt, hè? Dat weet Shelley. Je. Shelley. Heb jij zelf vragen voor mij? Ja. Ja. Ga ik eens naar jou toe. Zitten jullie samen ook in één huisje? Ja, ik kijk niet, hè? Dus ik weet het echt niet. Ja, we zitten... Oké, want... Probeer elkaar echt 100% te vertrouwen. Probeer elkaar echt 100% te vertrouwen. Want jullie, ondanks dat jullie in één huisje zitten, zijn jullie op een of andere manier, en misschien raak ik nu iets aan, ik heb geen idee, zijn jullie toch op een of andere manier voor elkaar, zijn jullie op de hoede voor elkaar. Los van dat het een wedstrijd is, dat snap ik. Dat snap ik. En toch zijn jullie op een, maar naar mijn idee hoeft dat niet. En hoe ga ik dit nou weer uitleggen, Moon? Wat ik bij jou ervaar, is dat zij heel erg belangrijk voor jou is. Snap je dat? Nee. Misschien. Ja. Ja. Kijken of ik het anders aan je kan uitleggen. Dit is moeilijk voor mij om de juiste woorden zeg maar te kiezen. Dus ik ben even heel tactisch aan het nadenken hoe ik dit uitleg aan jullie. Jouw energie is heel sterk. Jij weet precies wat je wil. En je bent een tijger. Je gaat ervoor. Jij hebt dat ook, maar op een bepaalde manier ben je op je hoede. Wat meer dan dat zij. Zij gaat echt rechtdoor in mijn gradehuis. En jij kijkt gewoon wat meer om je heen. Ik denk dat jullie heel veel aan elkaar kunnen hebben als je elkaar 100% gaat vertrouwen. Dat je daar kracht uit kunt halen. Dus dat je meer voor jezelf uit kunt halen. Jullie blijven allebei op je hoede. En dat snap ik, want daar is de situatie ook helemaal na. Maar als je je iets meer kan overgeven en elkaar letterlijk ook in vertrouwen kan nemen. En je kwetsbaarder misschien opstellen, dan hebben jullie er allebei baat bij. Ik heb het idee dat jullie bepaalde dingen, ondanks dat jullie samen in een hutje zitten, toch heel veel dingen voor jezelf houden. En ik snap het. Ik ken het leven hier natuurlijk niet. En ik begrijp dat je bepaalde dingen... dat je voor jezelf moet opkomen, dat snap ik. Maar ik denk dat jullie meer aan elkaar zouden kunnen hebben. En allebei sterker van zouden kunnen worden. En bij jou ervaar ik dat je daar naar mijn idee af en toe wel behoefte naar hebt.
Begrijp je dat? Het is misschien lastig om daar op te antwoorden. Mm. Ik hoef er misschien anders ook geen antwoord op te geven. Laat het maar zo. Maar ik ervaar gewoon ook iets tussen jullie. Aan de ene kant is het helemaal goed. En aan de andere kant ben ik op mijn hoede. Ik laat het even. Jij hebt vragen. Kom maar. Ja, over mijn toekomst. Dat willen jullie allemaal weten. Maar ik heb geen glazen bol, hè. Ik ga kijken of ik je daar iets over kan zeggen. Maar jullie kunnen echt meer aan elkaar hebben. Dan komen jullie er sterker uit. Jullie hebben, jij hebt skills en jij hebt skills die elkaar heel goed aanvullen. En ik heb het idee dat jullie het soms nog als vijand, ja, niet vijandig, dat is niet het goede woord. Ik weet even niet hoe ik het moet uitleggen. Maar je kan er gebruik van maken, allebei van elkaar. Misschien ten opzichte van de rest, I don't know. Maar volgens mij kunnen jullie samen juist een heel goed team zijn. En ik snap dat er uiteindelijk natuurlijk maar eentje wint. Ja, dat weet ik niet. Daar ga ik ook helemaal niks over zeggen. Terug naar jou. Ik zou willen dat ik er iets over kan zeggen, maar ik kan niet liggen. Als het stil is in mijn hoofd, is het gewoon stil in mijn hoofd. Bij sommigen kan ik wat zeggen, wat ik zie aan plaatjes. En dat krijg ik gewoon niet voor elkaar. En ik ga niet iets zomaar eruit knallen, wat niet is. Mm. Heb je een andere vraag? Je kan niet meteen een heel plaatje nazetten. Jij zit zo in het hier en nu, in deze wereld. En het voelt ook echt als surviven. Het is niet zozeer dat je per dag of zo, want je bent wel over aan het nadenken. Je hebt wel een tactiek, zeg maar, in je hoofd. Dus je kijkt wel naar het grotere plaatje. Maar op een of andere manier is het wel tot en met utopia. En ik krijg daarna, op een of andere manier, is het voor mij gewoon zwart in mijn hoofd. En wat ik al zeg, ik ga niet iets verzinnen. Zo zit ik niet in elkaar. Heb je een andere vraag? Maar snap je wel waarom ik dit uitleg? Hoe ik dit aan je uitleg? Ja, ik heb liever dat je dat zegt dan dat je iets zegt wat... Ja, dat gewoon helemaal nergens op staat. Ja. Nee, maar ook dat je echt hierop gefocust bent. Mm-hmm. Mega. Ja. Ja, dat is ook helemaal goed. Dat snap ik ook. Snap je? Heb je een andere vraag nog? Ja, het is ook wel weer over mijn toekomst, maar meer een beroep die ik graag wil doen. Mm-hmm. Word ik in de toekomst actrice? Ik denk niet dat het je aankomt waaien. Het is niet zo dat Utopia meteen de opstap voor je per se kan zijn om actrice te worden. Mm. Ik denk dat je echt je plek moet gaan veroveren. Dat als je denkt van, nou, dat ga ik dan wel even, dat fix ik eventjes hierna. Mm. Want dan ben ik bekend en dat ga ik dan even doen. Ik denk dat je daar van een koude kermis kan thuiskomen. Ik wil niet zeggen dat je geen kansen krijgt, maar je moet echt laten zien wie je bent. Dus vergis je daar niet in. En punt. Zo moet ik het echt aan je zeggen. Dat wil niet zeggen wel of niet, dat weet ik niet. Maar het gaat niet zo makkelijk als je misschien in eerste instantie hoopt dat het gaat gebeuren. Ik heb echt het idee dat je er echt wel moeite voor moet doen. En daar is niks mis mee. Nee, want dan moet je ook gewoon laten zien wie je bent en wat je in huis hebt. Ja. En belangrijk is wel dat je goed uitkiest wie jou daarin begeleidt. Je hebt echt wel iemand nodig die jou de fijne trucjes en de kneepjes van het vak, zeg maar, kan leren. Mm-hmm. En dat je dat ook echt voor open staat om dat, zeg maar, aan te nemen, om daar iets mee te doen. Je hebt echt iemand nodig die ook sterk is qua karakter die naast je gaat staan. Als er een of ander doetje naast je komt staan die iets over acteren gaat liggen, dan wals je gewoon in één keer overheen. Dus je hebt echt een goede coach of wat dan ook, een begeleider nodig die je daarin in kan helpen. Want anders dan, die vecht je zo van de grond. Okay. Ook niks mis mee, maar dan kan je beter even een goede persoon naast je kiezen dan...
koninklijke orde. Oh. Yes. We spelen een belangrijke rol in elkaars leven. We helpen elkaar op onze weg naar eenheid en naar hoger bewustzijn. Voordat we een integrale rol kunnen spelen in het helpen van anderen, moeten we eerst goed zorg dragen voor onszelf. De koninklijke orde gaat over je leven. Leven binnen de goddelijke orde der dingen. Draag dus goede zorg voor het fysieke kanaal dat je bent. Je moet goed stromen en functioneren. Je hebt een belangrijke rol te spelen in het leven van andere mensen. Dus zorg dat je eerst en vooral goed voor jezelf zorgt. Dat is één. Die heb je zelf gekozen. Deze flipte eruit, zoals we dat noemen. Dat betekent dat de energie ook nog vindt dat jij deze kaart nodig hebt. Magisch. Verwelkom en omarm het magische in alles van je dagelijks leven. Denk terug aan de dagen van je jeugd. Toen alles mogelijk was. Begin het onverwachte te verwachten. Heel veel kleine, maar mooie verrassingen zijn op komst. Dit is een oproep terug te keren tot de kinderlijke verwondering. En het geloof dat alles mogelijk is. Zoek het magische in het gewone. Zie hoe je leven van een heel gewoon leven verandert in een mystiek avontuur van het onverwachte. Nou. Okay. Spannend. Heel spannend, ja. Heb ik het nou goed gedaan? Oh, wacht even. Kijk nou, heb ik ze gewoon omgewisseld. Oh, jeetje. Nou, dan gaan we het gewoon even overnieuw doen. Begin ik gewoon met die. Jij hebt nummer 1. Dan gaan we die gewoon opnieuw lezen. Oké. Okay. Bingo. Ze hebben begeleiding van de bron, hè? Ja. Die heb jij, toch? Ja? Ja. En ik heb de kaartje, ik heb net aan deze zitten lezen. Oh. Lekker, hè? Woehoe, koek, koek. Schepping. Je bent een schepper. Als je deze kaart trekt, begint dit dat je energieveld sterker wordt. Om de dingen die je graag wilt in fysieke of materiële vorm te brengen. Dit scheppen gaat snel. Van gedachten naar vorm. Schenk aandacht aan de gedachten die je hebt. De tijd tussen de gedachten en het vorm krijgen zal kort zijn. Het is nu om helderheid te krijgen over wat je graag wilt in en met je leven. De universele energieën zijn met je aan het samenwerken om wat je verlangt vrucht te doen dragen. Take 2. Nou. Kaart nummer 35. We gaan het eens even bekijken. Ik krijg nu in één keer een hele stomme uitleg. Net als koninklijk en magisch. Ja, vieren. Het is tijd om je werkkleder... Dat is echt lachen. Het is tijd om je werkkleren af te leggen en je haar los te maken. En je doet de plekken, doe jij je jas uit. Oh. Dat is toch ook grappig. Het is tijd om plezier te maken. Zing, dans, ga uit je dak. Laat jezelf helemaal gaan. Laat de stress en de druk van alles eens even los. Ga uit en geniet zoals je dat deed toen je klein was. Je hart heeft het nodig, je hoofd heeft het nodig en het allerbelangrijkste, je ziel heeft het nodig. Ga erop uit, vier het leven, vier het plezier en vier dat jij, jij bent. Klinkt ook lekker. Nummer 23. Intimiteit. Staat er ook echt van... je gaat helemaal de verkeerde kant. Nee, dit zijn alleen maar positief. Nou, er kunnen wel... noem je dat? Adviezen in zitten, maar het zijn geen negatieve kaarten. Hmm. En het is ook geen tarot of zo. Intimiteit. De roos is het universele symbool van menselijke liefde. Deze kaart verschijnt nu omdat dit een belangrijke energie voor jou is op dit moment. Twee spiralen van energie lopen door het midden van de roos. Hetgeen duidt op een energetisch samenkomen van twee mensen. Als je nu geen relatie hebt, dan laat deze kaart zien dat er een nieuwe relatie staat aan te komen. Als je nu wel een relatie hebt, richt je energie daar dan op. Blaas de romantiek en de hartstocht nieuw leven in en omarm de energie van de minnaar. Stel je open voor intimiteit en wees niet bang om kwetsbaar te zijn bij je partner. Oké. Okay. Ladies, ga eens kijken hoe sterk jullie samen kunnen worden. Het is een advies. Niks moet, alles mag. Die zijn zo heerlijk op je hoede. Heerlijk. Dag lieve meiden. Dankjewel Monique. Ja. Toi toi. Voor je inzichten. Graag gedaan. Ik doe knuffel. Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft schat. Ja. Doe rustig aan, hoor. Rustig aan. Dag, schat. Dankjewel. Ciao. Doei. Doei. Ja, je stille lijf? Ja. Was leuk? Ja. Ja. Nou, ik klink niet heel enthousiast. Jawel, dat was interessant. Ik kan hier echt werkelijk helemaal niks mee. Jawel? Nee. Hoi. Maar? Ja, echt. Ja, nee. Ik vond het allemaal een beetje, nee. Het is allemaal van het algemene. Kijk, als iemand...
Gerrit. Je noemt mij dom, terwijl je zelf niet hem. Fijn vindt om dom genoemd te worden. Ja, maar dat heb je vast van hem. Ja, dat mag toch? Het is toch zo? Oh, gaan jullie met steen nu tegen mij? Kom maar op. Nee, dat is niet zo, maar... Ik noem jou op dit moment dom, omdat ik je gewoon niet fair vind. En het slaat gewoon nergens op dat je het op mij afreageert. Jij voelt jij je kut. Jij loopt te schreeuwen. Ja, dus? Niet tegen jou. Ik heb last van je. Ja, je hebt een schelle fucking stem. Ja, maar er zijn hier meer mensen die schreeuwen. En daar heb je dan geen last van, maar omdat ik hier sta en loop te schreeuwen... In mijn oor. Ja, maar dan moet je niet tegen mij zeggen, kom dan. Ja, kom dan. Waar slaat dat op? Jij loopt toch die trap af te rennen? Nee, maar waarom zeg je kom dan? Wil je vechten? Is dat wat je bedoelt met kom dan? Nee, kom dan hier staan in plaats van wegrennen. Nee, dat bedoelde je niet. Nee? Nee. Wat bedoelde je? Zo van, kom dan. Ja. Kom dan. Dat bedoelde jij. Is toch kinderlijk? Slaat toch nergens op? Je bent op? Hypocriet, Shelly. Nee, ja, totaal ben je niet. Wel. Nee. Ik... Weet je wat hypocriet betekent, Shelly? Weet je? Nee, fuck jou. Precies. Omdat jij je nu kut voelt door Jens, reageer dat op mij af. En alle geluiden wat je om je heen hoort, is te veel. En dat snap ik aan de ene kant ook. Maar reageer nogmaals niet op mij af. Ik reageer niet op je af. Ik heb gewoon last van je. Ja, het is goed met je. Het is goed met jou, hypocriet stuk vreten. En wat wil jij? Ja, niks. Oké. Ik vond alleen een beetje raar dat je... Haar dom noemt. Ja, en zij heeft dat weer van jou. Nee, en dan gaat kwek, zo weer door. Een paar weken geleden... Ja, ik vond het inderdaad gewoon niet fair hoe zij reageerde. Nee, luister. Een paar weken geleden... Ja, klopt, dat heb ik gezegd. Nou, mag ik even? Nee, je mag niet. Een paar weken geleden... Ja, klopt, dat heb ik gezegd. Paar weken... Laat maar zitten. Nou, het komt er niet in. Een paar weken geleden verwijt je het mij. Jullie zielige figuren. Je bent zelf een zielige figuur. Een paar weken geleden verwijt je het mij. En dan doe je het zelf wel. Dat klopt toch niet helemaal? Of vind je het wel terecht? Bemoei je er niet mee? Nou, dat doe ik wel. Want als ik een sneer krijg van jou omdat ik dat zeg... Ja, maar bemoei je er niet mee? Ik heb toch geen discussie met jou? Ik stond even met mijn oren te klapperen. Zat jij met je oren te klapperen, jongen? Dom, terwijl je zelf niet dom genoemd wil worden. Nee, maar hoe vaak jij dat zegt... Jij hebt gewoon niks anders te verzinnen dan dom. Dus daarom vond ik het... De tijd van het dom genoemd worden. Nou ja, jij benoemt het wel heel vaak, ja. Dan zal het misschien nog wel zo zijn, zelf. Het is niet zo, Gerrit. Oké. Okay. Moet je achter de computer, vriend? Nee. Oh, kom eens. Waar bemoei jij je mee? Dat ten eerste. Waar de fuck bemoei jij je mee? Weet je wat ik leuk vind? Nou. Maar hier hoef je niet mee te bemoeien. Dat bepaal ik zelf. Dat bepaal jij niet. Oh, dat bepaal jij voor mij? Ja. Oh ja. Nou, dat is duidelijk. Zielige figuur. Thank you.
Maar dan kort, korter. Korter. Ja. Oh. Huh? Nee, dat ziet er heel anders uit. Of wel? Half lang haar. Nee, volgens mij is dat wel dit. Echt mooi. Net beren, hè? Ja, schattig. Even kijken. Oh. We hadden daar onze hond vandaan, die we moesten opvoeden. Had je ook een labrador dan? Nee. Hm? Oh, ja. Huh? Hij is snel. Hij is echt snel. Ja, sure. Poppies. Waarom? Visje was hoe je daar gezien bent of gezien wilde worden. Dat kan ik allemaal niet nu boven water gaan halen, want daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Maar op een of andere manier zit daar een link bij. En dat kan best wel zijn op een andere manier dan dat jij over kinderen hebt gesproken. Maar die kinderen zijn, ja, nogmaals, het blijven gewoon spiegels. En ik denk daarom dat je daarom het heel fijn vindt om met ze samen te werken of met ze met dingen met hun te doen of dat die kinderen een belangrijke rol in je leven spelen. Ik heb geen idee waarom ik het zo moet zeggen, maar dat is het. Begrijp je dat? Ja, absoluut. Snap je dat? Ja. Oké, okay, top. Ja, oeh, ja. Hou me recht. Ja, gaat goed? Oh, bijna de batterij is bijna leeg. Heb jij nog een vraag? Nee, op dit moment denk ik niet. Ik ga heel even... Yes. Ja, erg sorry hoor, maar dat komt toen ik zo met de energie bezig ben, onthoud ik het gewoon. En als ze zo meteen maar terugkomt, dan ja, dat is mag goed. Ik even terug naar jou. Maar dit voelde gewoon even als heel erg belangrijk. Ja. Doe het even voor hem, voor de batterij. Van. Ja. Ze had zijn eigen reading te genoten. Doet hij het nog? Niet ja, hij doet het nog. Ja. Oké. Jij hebt zo meteen vragen van mij, hè? Zei je? Ja. Ja, ik ga wel heel even beginnen met mijn wifi-kanaaltje en dan ga ik daarna naar jou toe. Ben jij voor iedereen een soort van luisterend oor? Nou, eigenlijk luister ik meestal niet zo erg goed. Nee, maar mensen hebben wel de neiging om hun hart bij jou uit te storten. Nou, mijn ervaring is volgens mij niet echt. Nee? Oké, want zo voel je wel. Ja. Het kan zijn dat anderen het misschien niet zo ervaren. Maar ik ga kijken hoe ik dat anders aan je uit moet leggen. Wil jij wel heel graag iemand anders helpen? Ja, dat wel. Ja. Oké. Kan het zijn dat mensen je niet meteen zo zien zoals ik je heb omschreven? En dat gaf je zelf net al aan van, hè? Want ik heb niet het idee dat ze zo zien. Maar zou je zo gezien willen worden? Je moet een ja of nee op. Ja, het is lastig dat ik... De vraag stel ik een beetje gek natuurlijk. Ja. Ik heb het idee dat jij veel meer wil betekenen voor anderen dan wat je op dit moment kan zijn. Ja. Snap je dat? Oké. Omdat ik eigenlijk gewoon een hele zachte, lieve jongen ervaar bij jou. En dat is wat je, naar mijn idee, ook prima vindt als mensen jou zeg maar zo zien. Alleen, het kan zijn dat mensen het niet altijd zo ervaren of zien bij jou. Terwijl je naar mijn idee, ik noemde heb er straks al iemand vergeleken met een labrador of met een Sint-Bernard-hond. Hè. Dat zijn altijd van die behulpzame, lieve, kroele honden, zeg maar. En bij jou ervaar ik je eigenlijk alsof je vindt het gewoon heel erg belangrijk dat je betrouwbaar bent. En dat mensen op jou kunnen steunen en kunnen leunen. En dat mensen jou ook echt ervaren als een echte vriend. Want het is net alsof je dat niet altijd voor elkaar hebt gekregen. Terwijl je naar mijn idee dat diep in je hart eigenlijk wel heel graag wil dat iemand je oprecht als vriend ziet. Als partner, als man, als...
wat dan ook, als zoon. Ik weet niet waar het allemaal vandaan komt. Hè, want dit is voor mij het verleden, dit is het hier en nu. En dat is toekomst in de energieveld. En het voelt zo alsof je een soort van schreeuw uit om gezien te worden. Maar voor ook als lieve jongen. Begrijp je dat? Ja. Ja? Oké. Okay. Ga maar door naar je vragen. Ja? Dus dan is het tijd om een hebben de vragen te doen. Ja, ik ben op dit moment bezig met rappen. Ja. En hoe gaat dat eruit zien? Er is er nog eentje bezig, hè, met rappen. Ja, grappig. Doen jullie het samen? Of... Ja. Ja, oké. Okay. Ik heb het niet gezien, hè, nogmaals. Iedereen zit natuurlijk in die kamer. Ja, dat weet je toch? Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ben jij meer van de teksten? Ja. Oké, omdat ik bij jou echt alleen maar de woorden voorbij zie, zeg maar, komen. Ik denk alleen dat je nog niet op je best bent. Of dat je nog niet op je sterkst bent. Ik heb het idee dat je meer mag gaan focussen op de tekst. Dat de tekst sterker mag zijn. Dus de woordkeuze. Hoe leg ik dit uit? Je hebt iets te vertellen. Je wil iets neerleggen. En op een of andere manier heb ik het idee dat je nog niet de juiste woorden steeds kiest. Ze mogen gevatter zijn. Ze mogen confronterend zijn. Ze mogen sterker zijn. Ze mogen uitdagender zijn. En het is super lief dat je een lieve jongen bent. Maar die tekst hoeft niet altijd even lief te zijn. En ik heb geen idee wat je tot nu toe gerept hebt. Hè? Dus het is puur vanuit Monique dat ik dit tegen je vertel. Dus ik heb heel erg het idee dat jij... Ja, het mag meer confronterender zijn. Want doordat die teksten harder zijn... En het kunnen liefdevolle woorden zijn. En het kunnen ook best wel pittige woorden zijn. Dan draagt die rap meer op een of andere manier. Volgens mij ben je gewoon nog niet op je sterkst. Ik zeg het maar even zo. Ja, dat is ook... Begrijp je? Ja, dus ik laat het je uitdagen door echt ook te schrijven over wat je hier hebt ervaren en wat je in het verleden hebt ervaren. Echt schrijven over wat jou bezighoudt. En waar je naartoe wil in de toekomst. Want op een of andere manier ben jij mega kwetsbaar. En dat laat je niet altijd zien. En dat mega kwetsbaar, dat mag je volgens mij helemaal op papier zetten. Met de harde woorden, ook die je daarbij voelt. En ook bij de zachte woorden. Dus het mag allemaal door elkaar. Ja. Punt. Stop dat heb ik toevallig hier nu in zitten, die tekst. Oh, serieus? Ja, ik zat een paar dagen geleden, het had ik het. Ja, inderdaad. Ja? Ja, dan moet ik echt wat moet maken. Moet je er ook gelijk aan denken. Oh, serieus. En dat zorgt ervoor dat het... echt body heeft. Weet je, dat iemand als je het hoort, dat je denkt van, oh, dat zou van mij kunnen gaan. Weet je, dan is het zo herkenbaar. En de woorden die je tot nu toe gebruikt hebt, ja, dat hoor je dan wel, maar dat resoneert niet, zoals we dat dan zo lekker spiritueel zeggen. Snap je? Dus het mag confronterend zijn. Dat is goed. Oké, okay, nou, volgende vraag. Even kijken. Over Bitcoin. Oh my god. Nee, niks zeggen. Alleen het woord Bitcoin. Dan ga ik kijken wat ik er überhaupt over mag zeggen. Ja? Okay, ja. Ik vind het wel weer spannend. Ik krijg een tweede persoon te zien. Dus ik zie jou en ik krijg een tweede persoon. Let heel erg goed op wat die tweede persoon erover zegt. Dat ben ik niet. Dat is iemand anders. En stap niet zomaar ergens in waarbij je het zelf niet hebt uitgezocht. Want iemand kan een heel mooi plaatje bij je presenteren en het heel mooi voorleggen aan je. En dan denk je van, nou, die gozer vertrouw ik wel, of die vrouw die vertrouw ik wel. Zoek dingen wel zelf van tevoren uit. Want het is niet het walhalla wat er op dat moment gepresenteerd wordt. Kan zijn, dat heeft niet alleen met Bitcoin te maken, maar het gaat om het hele plaatje eromheen. Ik heb geen flauw idee waar ik het over heb. Hè? Dus ik zeg maar gewoon wat er in mijn hoofd komt. Maar dat zou een bedrijf of zo kunnen zijn? Dat zou een bedrijf kunnen zijn of een persoon kunnen zijn. Maar zoek altijd uit waar je je in begeeft. En ga niet zomaar, neem het niet zomaar aan. Ook al zeggen ze of hij dat het helemaal uitgezocht is. Of echt concreet bewijzen vragen, maar niet zomaar erin stappen. Ik krijg ergens een alarmbel. Maar is dat verleden, toekomst, heden? Voor mij voelt het in het heden. Okay. Snap je dat? Begrijp je dat? Ik heb namelijk geen idee waar ik het over heb. Ja, nou, ik kan wel wat linkjes leggen, maar voor de rest... Nee, oké. Okay, nee, maar gewoon als je iets aangeboden krijgt, goed uitzoeken. En je moet bewijs hebben. Je wil echt dingen gewoon zien. Ja. Daar gaat het om. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan heb ik nog meer vragen.
Wie wint het EK voetbal van 2020? Ik haat helemaal niet van voetbal. Ja, nou ja. Ik heb geen idee wie er überhaupt in zit, lieverd. My god. Die vraag kreeg ik ook een keertje van een ander programma. Of ik daar iets over Max Verstappen kon vertellen. En toen ging hij de bocht uit. Ik omschreef precies het hele verhaal met die bocht. Alleen hij ging eruit en hij stond niet op het podium. Maar ik heb wel die hele situatie omschreven. Ah, ik vind het een klote vraag. Ja, dat snap ik wel. Ja. Nou, hierna komt nog maar één klote vraag. Oké, nou lekker dan weer. Ik ga eens kijken. Ik kan niet zien wie de eerste wordt. Van gevoel zegt dat Nederland tweede wordt. Dat is wat ik hoor. Ik heb geen idee. Oh, kan dat? Dat is niet zo heel erg leuk. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, we worden altijd tweede. Ja, sorry. Maar ik krijg niet. Maar het eerste, ik ga het wel hardop. Ik ga het wel hardop zeggen. Want ik hoorde wel een land. Ik hoorde Brazilië. Dat is wat ik hoorde in mijn hoofd. Maar tot aan de deur hier. Geen garantie. Ja, dat gaat er niet worden. Het is Europees kampioen. Is het Europees kampioen? Ik heb echt geen flauw idee. Dan gaan we voor het wereldkampioenschap. Ja. Okay. En dan de laatste vraag. Ja? Ja, stel hem maar. Doe jij maar, want jij hebt nog geen vraag. Nee, ik heb nog een andere vraag. Dit zijn jouw heb je nog een andere vraag? Oké, maar dan wil ik hiermee eindigen. Nee, maar ze zit nu in jou. Ja? Jouw vraag. Maar het gaat over ons. Oké, kom maar op. Nou, blijven wij voor altijd bij elkaar. Okay, want jullie hebben nu een relatie. Ik weet het echt helemaal niet, hè, lieverd. Dus mij is het echt helemaal blanco. Ja. Oké. Ik zal nooit antwoorden met ja of nee. Dat zal ik nooit doen. Dat ik niet, geen idee, niet iets erover wil zeggen, zeg maar. Maar ik ga wel maar uitleggen wat ik voel en wat ik ervaar. Je neemt me niet in de maan. Je hebt echt een relatie samen. Oké, ja, moet serieus. Ja, Steve, voorzeg. Ja. Ja. Nee. Oké. Okay. Nou, daar gaan we dan, yes. Ja, daar gaan we dan. Als ik jullie energieën tegenover elkaar zit, want ik beeld het altijd uit zeg maar met mijn handen, dan ervaar ik heel veel kwetsbaarheid bij jullie allebei. En dan ga ik even proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Ik moet ook even fine-tunen. Jullie hebben mekaars handen ook echt heel stevig vast. En het is ook alsof jullie ook alles op alles willen zetten om dat na Utopia ook voort te willen zetten. Dat hebben jullie allebei. Die drive hebben jullie allebei. Snap je dat? Ik snap wat je zegt. Oké. Okay. Ja, is dat ook wat het is? Want snappen wat ik zeg is heel wat anders dan dat je ook snapt dat het klopt. Ja, dat weet ik dan zeker ook. Oké. Okay. Ja, wil het wel. Ja. Ja. Zorg ervoor dat je allebei echt 100% jezelf laat zien. Dan snap ik dat overal camera's hangen en dat je in een spel zit en dat je ergens ook een winnaar is. Als je jullie relatie wil laten slagen, dan is het ook echt belangrijk om je kwetsbaar op te stellen naar elkaar. Dan heb ik het niet over intieme momenten of een intiem gesprek of een goed gesprek. Maar echt daadwerkelijk jezelf laten zien. En op een of andere manier alsof jullie allebei nog op je hoede zijn van wat er hierna gaat komen. Alsof je bang bent voor de boze wereld die hierna gaat komen. Snap je dat als ik dat zo uitleg? Begrijp je dat? Ja. Want na Utopia is er natuurlijk weer een ander leven. Dan is het jullie eigen leven. En die wereld zal er heel anders uit gaan zien. En het is aan jullie hoe je hier uitstapt. Met welke intentie zeg maar je dat wil. En hier hebben jullie elkaar keihard nodig. En zijn jullie zeg maar samen één. Maar ik weet niet of jullie dat vol kunnen houden na. Dus zorg ervoor dat als je dat echt wil, dat je ook die laatste 2 maanden ook echt daarop focust met z'n tweeën. Want er komt hierna
kom je in een gat. Kom je in, ik noem het even de boze wereld. Dat ik bedoel het niet negatief of zo. Ik noem het altijd de boze wereld. Ja, serieus? Ja. Oh, serieus? Ja. Nou, geen idee natuurlijk. Echt helemaal geen idee. En wees erop voorbereid. Dat betekent dat je ook echt in een dip even terecht kan komen. Dat je elkaar echt opnieuw moet gaan leren kennen. Want hier is het heel anders. Hier heb je elkaar nodig ook. En daar komen heel veel andere factoren erbij. Dus jullie zullen echt, echt je uiterste best moeten doen om het te blijven volhouden. En er is niks mis mee. Er is helemaal niks mis mee. Maar het geeft me alleen maar aan. Gebruik de aankomende 2 maanden ook om echt met elkaar plannen te maken. Om erover na te denken. Wat wil je hierna? Om met elkaar erover te hebben. En echt in die boze wereld jezelf neer te zetten. Wat kan er op z'n ergst gebeuren? Waar krijgen we mee te maken? Wat verwacht jij? Wat verwacht jij? Zodat je je kan voorbereiden op. En dan kan je het dan kun je het aan. Maar als je nu denkt van we overleven die 2 maanden, we gaan ervoor en we zien daarna wel. Ik wil je echt vragen om je voor te bereiden. En je daar ook echt op te focussen dat je dat wil. Snap je? Oké. Okay. Bereid je voor, daar gaat het mij om. Dat het ook even een moment dat het even niet goed gaat. Dat wil niet zeggen dat het weer goed kan komen. Dat kan het zeker. Als je je nu de aankomende 2 maanden daar maar op voorbereidt. Dan weet je dat het kan gebeuren. Dan ben je er voorbereid. En dan kan je het heel makkelijk aan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Okay. Mijn mindset was eigenlijk al die tijd. Ik hoop dat het goed komt buiten, maar we zien het wel. Ja, maar het belangrijkste is dus nu focus op dat het goed komt. Dat je voorbereidt op dat er een gat komt. Dat er even een zware periode komt. Dat je misschien elkaar even 2 weken niet ziet. Dat je denkt, oh, ik moet even er helemaal uit. Begrijp het dan. Heb ook begrip voor elkaar. En als je elkaar dan kun je daarna elkaar weer terugvinden. En dan is de basis heel sterk. Begrijp je? Dus je kan beter even, dat klinkt raar, beter uitgaan van iets heel negatiefs even. Dat je er voorbereidt, maar dat je weet dat het daarna iets positiefs, dat het daarna weer goed komt. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Nee, bereid je voor. Ja. Daar gaat het om. Ga er niet te makkelijk over denken. Nou, laatste vraag. Ja. Actie, harde actie. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Utopia mij gaat brengen. Je hebt allemaal die vraag. Ja, echt? Oh, nou, bijna. Nee, lekker origineel dan. Ja, nee, niet allemaal. Sommige vragen inderdaad wel echt naar de toekomst. Wat Utopia jou gaat brengen? Heeft een van jullie iets met Scandinavië? Ik niet. Helemaal niet. Nee. Niet meteen, oké. Nou, wat voor plaatje ik zie, want dat heeft denk ik toch met jullie beiden te maken. Ik kan niet iets zeggen van een werk of wat dan ook. Ik krijg een plek te zien. Ik heb het idee dat het niet in Nederland is. Ik heb het idee dat het buiten Nederland is. Ik heb het idee dat het een plek is waar een soort van boerderij staat. Waarvan allerlei dingen verbouwd worden. En ik heb het niet over boer zoekt vrouw of zo. Dat zeker niet. Op een of andere manier zie ik jullie daar iets creëren. Of het landbouw is of met dieren. Of dat je daar camping gaat doen. Blij, hoor. Snap je het? Ja. Snap je het wel? Ja. Oh, maar dat heb je toch al. Ik hoop niet dat je dat een keer live gezegd hebt. Want dan is het. Dan zeggen mensen, dat kan ze weten. Maar ik heb echt geen flauw. Dat zie ik voor me. En in welke vorm verder, geen idee. Maar zet daar ook echt je plannen op. Want dat gaat je lukken. Focus. Denk er niet te licht over. Ga de aankomende 2 maanden plannen maken. Samen plannen maken, maar ook voor je eigen plannen maken. Ga ze. Wow. Ja. Snap je het? Ja. Ja. Oké, go for it. Moeten we daar dan gelijk een reality show van maken? Weet ik niet of je dat wil. Moet je even over nadenken. Want ik denk dat je dat gaat bepalen in de aankomende 3-4 maanden. Als jullie in de boze wereld zijn losgelaten. Dan ga je erover nadenken. En het kan zomaar zijn dat je er misschien wel een aanbod voor krijgt. Denk er goed over na. Denk er goed over na. Wat is belangrijker, de reality show of je relatie? Ik geef het alleen maar mee. Ja? Oké, ik heb toch nog 1 vraag. Wie gaat Utopia winnen? Nee, daar ga ik geen antwoord op geven. Maar wie maakt de meeste kans? Lieve schat, ik heb echt geen flauw idee. Kan je dat ook niet zien? Nee, ik ga het ook niet doen ook. Maar dat weet je zo. Voelt niet goed. Ja, dat ben ik. Nee. Nee, maar ja, het is wel natuurlijk wel mega spannend zo met z'n allen. Ja. Je mag nog als laatste een kaartje trekken.
Dan mag je even een doosje. Jij pakt, ja, ja, maar jij, dan mag je, die mag je schudden. Mag je het boekje van mij geven? Oh, maar wil jij niet schudden? Nee, jij moet schudden. Zijn dit tarotkaarten? Nee, ik zijn geen tarotkaarten. Heb je die bij je? Nee, ik leg geen tarotkaarten. Nee, ik leg geen tarotkaarten. Wat zijn dit dan? Wat is dit? Dit zijn inzichtkaarten, orakelkaarten. Er zit altijd een mooie boodschap in. Oh, maar ik heb niet eens naar de verpakking gekeken. Oh, dan, ik heb gewoon maar gepakt. Ja, dat mag. Maar dat is gewoon puur gevoel. En jij mag hier tussen kiezen. Even schudden. Even de kaarten schudden. Oh, maar dit was dan ga ik voor deze. Ja? Nou, kom maar op dan. Kan dit boekje eraf? Ja. En dit moet ik schudden? Ja. Dit was twee keer puur toeval natuurlijk. Ik had niet gekeken en ik pakte hem gewoon. Nou. Ik had niet eens door dat ik hem pakte. Het gebeurde gewoon. Go for it. Ja, ik had er gewoon niet eens controle over mijn hand. Oké. Okay. Die ligt hier neer. Ja, maar dat is toch... 36. Ja. Heb ik de goede? Want net had ik het verkeerde boekje bij het verkeerde kaartje. Dus het schoot ook niet echt op. Ja. Zichtbaar worden. Weet je wel hoe mooi je eigenlijk bent? Het is tijd om je niet meer te verbergen voor de buitenwereld. Grappig, hè? Buitenwereld, de boze wereld, ja? Het universum roept je. Je hebt zoveel te bieden, zoveel te geven. Deze kaart herinnert je eraan om te kijken naar wie en wat je werkelijk bent. Je bent een deel van een groot geheel. Je bent in alle opzichten mooi en perfect. Als je jezelf verstopt, onthoud je de wereld niet alleen je energie, maar ook je liefde. Liefde voor jezelf en liefde voor anderen. Omarm jezelf met al je eigenaardigheden. Die hebben we allemaal. Wees vrij, laat jezelf zien en stralen. .nl Oké. En ja, deze. Nummer 20. Ah, oh, roze. Ja. Dat is echt wat voor jou. Had je hem van tevoren gezien? Nee. Dierbaren. Je vrienden en je dierbaren die al naar de andere wereld zijn overgegaan, laten je weten dat ze bij je zijn. Ze omringen je met hun liefdevolle energie. En ze vragen je om vrede en rust te vinden in je hart en je geest omtrent hun overlijden. Zij leven en zij vinden vreugde aan die andere kant. En zij wensen van harte dat jij je vredig voelt in deze wereld. Zij vragen je de pijnlijke gevoelens die je nog hebt los te laten en hun liefdevolle aanwezigheid binnen te laten in je hart, zodat je vrede en rust zult vinden. Voel hun liefdevolle energie en wees blij met de gift van het leven op aarde. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik hoop dat ik jullie wat mee heb gegeven. Ja. Ja. Wij gaan een boerderij kopen. Het zou wel leuk zijn, of niet dan? Ja. Maar daar hebben we het echt over gehad. Nee, serieus? Dat is echt geen geld. Oh, echt waar? Ik hoop echt niet dat het ergens live uitgezonden is. Nou ja, de want dan kans is kan het. Ook. Ja, geen toch? Idee. Geen idee. Dat oh, wat grappig. Oh, echt waar? Oh, dat vind ik echt superleuk. Ja. Cool. Doen. Ja? Echt doen. En zet die boerderij ook groter neer dan alleen iets verbouwen of met dieren. Maar dat kan ook zomaar zijn dat er een plek komt voor mensen om daar te kamperen of iets te doen of wat dan ook. Dat zei ik toch nog. Een bed and breakfast. Ja, dat, ja. Ja, dat zei je toen. Ja, laten we dat maar niet doen. Het kan ook een zorgboerderij zijn. Het kan op verschillende manieren. Je kan het heel breed zeg maar inzetten. Dus denk hem ook breed. Zet hem breed in en dan zie je vanzelf wel waar je mee gaat beginnen. Dat is juist leuk. Ja, toch? Ja, ja. Echt. Nou, go. Ik ga jullie een knuffel geven. Ja. Dan willen jullie mij vast wel naar het hek brengen. Ja, zeker. Doei. Dankjewel. Ciao. Leuk jullie ontmoet te hebben. Doeg. Even kijken, ik had hier een jas. Is hij leeg? Ja. Oké, nou jammer. Jeetje. Nou, misschien staat het er nog net op. Ja, misschien. Toch? Nou, wat een eer om hier... ik was hier om 6:30, dus ik heb hier wel even gezeten. Ja. Hey. Hoi. Ja, ik moet toch iedereen even aandacht geven, hoor. Ja, tuurlijk. Ja, ja toch? Het koningspaar heb je wel weer de dubbele aandacht gegeven. Even stond die maar. Maar het was leuk. Ja, duurde, is dat zo? Ja, duurde echt lang. Oh, serieus? Voor maar mij was het zo voorbij. Ja, ja ik dacht ook dat... krachtiger worden op papier zetten. Meer gevoel in het leven. Ja, zeggen wat je hebt meegemaakt. Ja, vertellen wat je hebt meegemaakt. Krachtiger worden. Ja, en jezelf kwetsbaarder opstellen. En dat mag met hele harde woorden. En ze zei ook dat ik eigenlijk een hele lieve jongen ben. En dat ik ook meer zo gezien wil worden.